Ik moest mijn huis verkopen, ik moest mijn inboedel verkopen, ik woonde weer thuis bij mijn ouders. We de beperkende factor in een onderneming is vaak de ondernemer zelf. Dus als je iets goed doet en je doet iets wat je leuk vindt, dan komt dat geld uiteindelijk ook. Weet je dat wat dan het resultaat van Welkom bij Ondernemend, het nummer 1 platform voor ondernemers. Bij Ondernemend vind je alles om jezelf naar het volgende niveau te brengen en jouw bedrijf te starten of op te schalen. Bij Ondernemend bieden we een netwerk met de beste ondernemers van Nederland. Gecombineerd met kennis en een hechte community. Met de kennis van ons platform krijg jij als ondernemer meer structuur, rust, cashflow en vervulling. Ondernemend is jouw sleutel tot een nog succesvollere ondernemersreis. Dus wil jij samen met ons jouw maximale potentieel benutten? Join dan onze community. Luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Ondernemend, de podcast. En uh, we zitten hier uh, vandaag samen met een uh, medepodcaster. We zitten hier namelijk met uh, de relaxte ondernemer, ofwel uh, Alexander Heijnen. Alexander, welkom in de podcast en uh, leuk ja. dat je bij ons wil komen. Ja, ja super, dankjewel. Ja, want dat is leuk, want ik, ik luister dus ook altijd jullie podcast. Dus ik ben ook fan en zo zijn we natuurlijk in, in, uh, in contact gekomen, of misschien wel via Lars, maar... Uh, ja ik, uh, onderweg hier naartoe zat ik ook weer eentje te luisteren dus dat is uh, bijna ja ik kom bij mij ook altijd in de algoritmes zo keurig naar boven hè. jullie hebben weer een nieuwe en dan is het van oh ja ja dan luisteren dus, elke maandagochtend uh, ja. Ja. ja 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 nee ik vind het echt leuk dus uh, dank voor de uitnodiging ja wel leuk, ja, want, leuk uh, om te horen. Je kunt ja. een hoop dingen uitwisselen inderdaad jouw ondernemerservaring uh, nou je doet natuurlijk veel meer dan alleen maar uh, podcasten ja en uh, dat is wel heel leuk om sowieso over te praten vice versa eventjes wat uh, wat kennis en ervaring te delen ook over de podcast dus uh, ja ja, dat zeiden we ook al, zeiden, want we hadden een uh, gesprek aan de telefoon en we raakten ook niet uitgepraat. En uh, heel veel onderwerpen waar we wel op aansloegen, uh, persoonlijke groei, maar ook het ondernemerschap. En we zeiden, viel, dat is bij jullie ook elke keer, gewoon, ja, het de, 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 de niveau ligt hoog. Of zo. En dan komt dat jullie zelf ook ondernemers zijn en ook al een tijd bezig zijn. Dus ja, je kan ook aan de vragen gewoon horen, hé, hey, dit zit gewoon goed. En dat, ik denk, ja, wat ik ook zeg, ik sla daarop aan. Dus ja. Uh, ja. Dus bedankt daarvoor. Ja, jij ook bedankt ja. voor ja, het ja, luisteren. Ja. En leuk dat je, dat je ja. hier wil komen. En uh, ja. des te leuker natuurlijk om samen ook een gesprek te hebben. Om, uh, ja, jij komt ook bij mensen over de vloer om uh, podcasts op te nemen. Dus je weet hoe het is. Ja. Je, weet, uh, je weet ook ja, wat, uh, wat leuk is om naar te luisteren of wat niet. Dus, uh, ja, dat en dat, was, is ja. Wel, dat is wel verschil. Want ik zat van de week uh, nog in een hotel en daar had ik een of uh, andere lezing. En we zaten er al een dag eerder, dus ik kom daar dan ook aan met mijn sporttas en daar zitten mijn podcastspulletjes binnen. Dus ik kom hier bij jullie zo binnen, echt van. En ik kan het natuurlijk van uh, de beelden wel. wow, oké, okay, ik zit hier echt in een professionele studio. Ja. Dat is echt wel heel gaaf. <laughs> maar heel anders dan bij mij. Ik, zit er, ik kom daar echt met mijn tasje aan. Ik heb tegenwoordig ook een GoPro, dus nu neem ik het ook op. Ja. Dus uh, dan dus moet ik mezelf weer leren editen en al dat soort dingen. Ja. Dus, uh, maar maar... Wij heel herkenbaar hoor. Zo zijn wij ook begonnen ja. met uh, twee tassen dan. Ja. Met alle audioapparatuur en. En uh, dat dus ja. dan altijd overal alles in elkaar moest zetten. Ja. En dan passen de tafel, passen de klemmen er weer net niet op. Hey, en dan moest je improviseren. Ja. Dus, ja, dat uh, we ja, dat is wel heel erg kan, maar ja. Ik weet nog, ook, dan, uh, dan, dan gingen we bij gasten langs en hadden wij die klemmen ook, maar die pasten dan niet. En dan stonden we echt zo van ja shit. En dan ja, nu dan? Nou ja, hou maar weer in de hand vast. weet je. En op een gegeven moment werd dat gewoon standaard. Dat we <laughs> dachten van nou laat die klemmen maar weg. Want ja, de helft van de tijd passen ze niet. Ja. En sinds kort heb ik nu van die tafel standaards gekocht. En ik denk, ja, dat lijkt net even wat netter. Ja. leuk ja, ja zeker ja. ja ja en qua ondernemerschap Alexander we hebben we het ook al over gehad maar jij hebt uh, al een hele hoop dingen gedaan en uh, en meegemaakt en misschien is het leuk om de luisteraars ook een uh, kijkje te geven in uh, jouw historie als ondernemer je hebt natuurlijk ook het uh, boek geschreven het ja. uh, komt ook niet, uh, niet zomaar tot stand. Dat is waarschijnlijk uh, door, door schade en schande geleerd ja. uh, hoe je relaxed kan, uh, kan gaan ondernemen. Ja. Dus uh, ja. zou je iets van de geschiedenis willen, willen schetsen van ja, wat je ik, doet? Ik kan wel wat, nou, wat zeggen. Ik ben Alexander Heijn en ik, ik, ik woon in Leeuwarden en ik ben echt een Noorderling, geboren in Groningen. Ik heb zelfs nog in Assen gewoond, nu in Leeuwarden samen met mijn vrouw. En ik ben ergens in 2003 tijdens mijn studie, dus ik ben van 82, dus dan uh, nou, ik ben ik 21 of zo. Toen ben ik begonnen met Formule 1 kaarten en reizen, want dat, dat was echt mijn passie. Weet je? Wij, wij zetten daar s ochtends een wekkertje voor, s'nachts uh, de tijd van Jos Verstappen, uh, Michael Schumacher, noem het allemaal maar op. En we hadden zoiets van, joh, wij willen naar de Grand Prix. Dus met een paar vrienden van, hoe gaan we dat doen? Nou, dan moeten we maar gewoon een reisbureau beginnen voor Formule 1 kaarten en reizen. Uh, dat werd GP Travel. Nou ja, gaandeweg zijn die jongens ermee gestopt. Die uh, hadden echt uh, goede studies. Ik, ik, ik uh, leerde voor verpleegkundigen. Dus ik deed dat naast mijn studie verpleegkunde. <laughs> dus uh, alleen het leuke was dat uh, ja, die jongens deden allemaal commerciële economie. Dus ik, ik was echt hun boeken ook echt aan het lezen. Al leesboeken, want ja, ik dacht al, die, al al die kennis heb ik nodig. En, uh, en dan gaf ik ze volgens weer bijles in hun vak. En dan was ik uiteindelijk verpleegkundige en dan wilde ik wat anders worden. En dan werd ik niet aangenomen omdat ik geen diploma had. Ofzo, <laughs> weet je? Dat was best wel grappig. Maar nou, we begonnen met die Formule 1 kader En dat ging gewoon lopen. Weet je? Want wij ja, we hadden er zin in. En het enige wat wij deden was gewoon, we pakken de concurrent. Uh, die leerden wel helemaal al uit, uit ons hoofd wat ze deden, hoe ze het deden. Uh, hun prijzen erbij. En dan gingen we gewoon onder zitten. Van, joh, als we eronder gaan zitten, dan komt de markt wel naar ons toe. Uh, nou ja, zo makkelijk ging het niet, maar daar kwam het eigenlijk wel op neer. Dus ja, mensen gingen mee en gaandeweg zeiden die van... joh, jullie doen het echt fantastisch leuk, maar nou zoeken ze even een iets beter hotel. Weet je, of op een andere locatie. En zo ga je gaandeweg met je klanten meegroeien. En we hadden er ook echt wel, echt wel hele uh, hoge manieren tussen zitten. En dat, dat vond ik het tweede leuke aan het hele gebeuren. Is dat ja, dan de CFO van een hele grote bank... die anders op televisie aan het prediken is over wat uh, gaat gebeuren met het uh, klimaat... Het financiële klimaat, die, die, die zit dan een heel weekend met mij en dan vertelde ik: Ja, wat moet ik nou doen? Zal ik nou een huis kopen of niet? En dan krijg je een hele les van nou, als de olieprijs dit doet, dan doe je dit en dan. En maar alles klopt altijd, hè wat zo iemand zei, dus mm. maar ook qua ondernemerschap. Waar de ja, ik dacht als een ondernemer met zijn zoontje op een kaartje van 2000 euro per stuk zit, ja, dan, dan heeft hij het over het algemeen niet een, een tussen haakjes normale baan. Dus ja, dat soort mensen had ik een heel weekend voor mezelf en dat vond ik al fantastisch. Maar goed, die familie-reizen, dat is allemaal, het werd groter en het werd groter en meer en meer. In die tijd, ja, er was geld voor handen, dat kon niet op. Dus uh, hele weekenden vol. En uh, we gingen soms wel naar Spanje met honderd man. Dan dus hadden we echt uh, allemaal bussen te plekken, vliegtuigen. Uh, ja, verzinnen. Maar het was echt fantastisch, want ja, dat was gewoon mijn passie. Weet je, dus ik wilde ja. naar die familie 1 en ik, ik wilde daar gewoon gratis zijn. Nou, dat gebeurde. We kregen er zelfs nog voor betaald. En sommige weekendjes meer dan, dan, dan met je mijn, met mijn verpleegkundige baan gewoon verdienen. Dus uh, nou ja, wat ik al zei, ik deed mijn studie verpleegkunde, uiteindelijk had ik mijn diploma en ben gaan werken en gaandeweg dacht ik van ja, oké, okay, ik zeg mijn baan op en dan wordt dit gewoon vol mijn, uh, mijn werk. Alleen toen dus zat ik altijd thuis en het is heel eenzaam en dat vond ik ook niks. Dus dan heb ik het ziekenhuis weer gebeld van mag ik alsjeblieft weer terugkomen, maar dan in een soort invalbaan, hè, dan word ik gewoon flexpool, dus dan blijf ik wel onder de mensen en ik blijf goed verzekerd en tegelijkertijd kan ik gewoon lekker mijn familie reizen doen. Nou ja, dat is op een gegeven moment weer, het werd groter, groter, luxe, luxe. En toen kwam die financiële crisis ergens 2010 of zo, rond die uh, tijd. Ja, en wij kochten alles, of wij, ik kocht altijd alles van tevoren in. Kijk, nu is uh, Booking.com en met Google kon je uh, heel veel regelen, maar dat, dat was het niet. Dus wij hadden gewoon overal onze connecties, onze vaste hotels, onze vaste bussen, leveranciers, tickets, noem het maar op. Nou ja, een kaartje van 300 euro, ja, en 10 kaartjes heb je niet zoveel. Dus het ging echt wel om aantallen. Ja, en toen vervolgens bleef ik met al die kaarten zitten. Dus ja, daar zit je soms een week voor een Grand Prix met 50.000 euro kaart in je... En toen was het echt nog fysieke kaarten dat je af en toe dacht van, oh nee hoor. Dus ja, toen ging het heel hard van me af. En ja, in die tijd daarvoor, het was, wat ik al zei, geld was er genoeg. Dus ik dacht, nou ja, ik wil harder groeien, dus ik heb financieel wat meer geld nodig. Dus nou, dan bel je de bank. Ik had een heel plan geschreven. Nou, die zat gewoon lekker te kletsen en die had zoiets van, het is goed... Hoeveel heb je nodig? En dan noem je een bedrag, ik noem maar wat, 30, 40.000 euro. En dan zeg je, ja, waarom niet 50 of 60? Ja, ja. ja nou ja. dan doen we dat. Maar weet je, ja, 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 ja. 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 dat als als kan. Ja, ja, extra is niet verkeerd. Ja, ja precies. Het groeide. het kon ook allemaal. En ja, daarnaast, ja, dat was heel naïef achteraf. Maar ja, wat kon er misgaan? En ja, dat is iets, ja, wat kan er misgaan? Weet je, je weet dat er ooit eens een crisis was. Maar ja, en in de jaren 80 en 90. Maar ik dacht, dat dat is niet meer. Weet je, nu weet ik gewoon, elke tien jaar komt er gewoon een crisis. En waarschijnlijk iets eerder, maar dat was toen niet. Dus ja, toen het eenmaal ging, toen ging het keihard, want ik had natuurlijk alles voor En ja, rentes, uh, die tijd 10%. Dus ja, op een gegeven moment, ja, ik was alleen maar aan het werk om die, om die rentes uh, te betalen. Mm. Dus ja, dat was gewoon één, glijden de schaal uh, achteruit. Dus um, na een tijdje, dacht ik dat dit, dit is niet meer te doen. En toen kwam ik weer een oude uh, klant tegen, of klant, ja, bevriende klant, waar ik altijd nogal mee omging, want ik ben altijd heel goed voor mijn netwerk geweest. Dus onderhield ik altijd. Want ik had eens een keer ergens gelezen van wees aardig op je pad omhoog. Want tijdens je val naar beneden kom je ze allemaal weer tegen. Weet ja. je? En dan afhankelijk van hoe netjes jij bent geweest, val je diep of nog dieper. Dus, uh, en zo ging het eigenlijk ook. want Ik was netjes op mijn pad omhoog, ik viel naar beneden. En een van de contacten, die uh, man, Piet Bakker, die, uh, zei op een gegeven moment: Kom maar hier, weet je, ik, ik help je wel mee. Nou, wat heb je nou? Ik had uh, behoorlijk wat schuld. Want ja, uh, al die katen raakten niet verkocht en dat beetje wat verkocht raakte, ja, dat, dat, dat deed niet mee. Dus ik was op een gegeven moment, ja, ik was verpleegkundige volop aan de bak. Ik was, uh, s'nachts deed ik nog allerlei palliatieve thuiszorg, dus bij mensen die gingen sterven. Uh, overdag uh, nog weer bezig om mensen hun bed uit te jassen. Ik had echt wel drie, vier banen naast elkaar om, om die token maar overeind te houden. En in die tijd had ik nog een accountant die zei van, laat het nou gewoon zitten. Weet je, laat dan uh, die mensen die al wel hun kaarten hebben betaald... Weet je, gebruik dan dat geld, laat de boel klappen en dan kun je weer verder door. Nou dacht, dat, 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 dat vind ik niet eerlijk. Weet je, dus dat past ook niet bij me, dus dat is ook mijn account niet meer. <laughs> nee. Dus, um, maar goed, in, in die tijd, weet je, het ging echt slecht hoor. Want, want, want je, je, je krijgt echt klappen, je zit in die hoek waar het dan misgaat. Dus alles ging mis hoor. Dus op een gegeven moment, ja, ik moest mijn huis verkopen. Ik moest mijn inboedel verkopen. Ik woonde weer thuis bij mijn ouders. Uh, vanwege de gezondheid van mijn vader, die, die werd ziek, moest ook die weer verhuizen. Die konden het ook niet meer redden. Uh, we hadden een ontspoord broertje die, die ons uh, best wel in de vernieling heeft geholpen. Want we zeiden op een gegeven moment van ja, weet je, we winnen samen of we verliezen samen. We gaan nog één keer er alles aan doen. Nou, we verloren, lang vooral kort. Zo. Dus ja. ja, je zit ineens zit je in een flatje drie hoog achter. En dan denk je wel: van ja, shit, dit is niet leuk meer. Nou, toen werd mijn vader uh, kreeg kanker-terminaal ziek. Uh, twee maanden rekken. Nou, dat werd uiteindelijk een jaar, dus we waren ook daar helemaal af, weet je, want ja, mm -hmm. die dacht dat hij uh, s'nachts zou overlijden, dus die wilde s'nachts niet meer slapen. Oh. Dus dan kreeg je dat ook, dat mijn moeder en ik er om en omheen, we hadden wat zorgverlof opgenomen, dus... Ja, het was, het was niet leuk. Dus ja aan de ene kant spoot het geld financieel uit met je zaak. Je ging helemaal onderuit. Ik was alles kwijt. En dan vervolgens, nou ja, uh, overleed mijn vader ook nog. Dus ik weet toch dat het toen, toen het zover was, dat je echt dacht van... Ja, weet je, nu, nu dieper kun je nu ook niet meer zinken. Nee. Weet je, nu, nu ben ik gewoon alles kwijt en nu ook dat nog. Dus, uh, maar ja, dan, dan is het ja, we moeten uiteindelijk toch weer door. Mm. Dus... Uh, dus we hebben ons uh, weer, ja, je hebt het helemaal weer opgebouwd. Maar, ja. bizar, uh, bizar verhaal, ja. Ja, leuk, Dat was echt niet leuk hoor. Ik weet nog, jij hebt nu ook een wit overhemd aan. En uh, dat, dat op een gegeven moment vrienden van mij, die gaven me op een verjaardag een, een, een overhand. Dat zeiden we, ja, we deden maar een tikje donker. Want anders dan, ja, het is net zo bleek als je huid. Oh, Zoveel oh, yeah. zo stress en alles. Ja, uh, ja. Joh, je, je sliep soms drie uurtjes op een nacht. met je continu aan het werk was. En al dat geld, dat ging gewoon in de put. Ja. Dus uiteindelijk heeft Pieter toen opgepakt hij van joh, hoe lang kun je dit rekken? Want dan ga ik nu in onderhandeling zijn we met alle banken, alle schulden is in gesprek gegaan. Met iedereen hebben we daar een keurige deal uitgesloten. Eh, zodat dat allemaal netjes is. Bedrijven zijn gewoon doorgedraaid. Dus die 1 bleef gewoon doorgaan, maar klanten hebben kunnen behouden. Nergens, negatieve recensies. Dus en van daaruit ja, was het weer opnieuw beginnen. Ja, opnieuw opnieuw ja, met een paar ton schuld. Maar, Goh, <laughs> ja, het, maar is, het is gelukt. Dat bedrijf is toen door, wel doorgestart ja, uh, of gewoon doorgelopen? Net is gewoon doorgaan. Ik ben ja. uiteindelijk nooit fiets gegaan. Ik, heb me toen, ik dacht van nou, dan wordt het schuldsanering via cement. En eigenlijk omdat Piet op het juiste moment kwam, die heeft al die gesprekken gevoerd. En ja, Piet had ooit banken gehad. Dus die wist precies van nou, hij zei: we gaan en dit wordt het stappenplan. En daar gaan we ons aan houden. En eigenlijk zo gezegd, zo gedaan. Het hmm. Klinkt heel makkelijk, maar ja, op een gegeven moment, weet ik nog, toen, toen, kreeg, dat was ook veel, en toen kreeg Piet uiteindelijk ook nog kanker in het laatste gesprek met de banken. Dus het belangrijkste gesprek waar het erop of eronder ging, ja, die moest ik dan in mijn huppie voeren. Nou, en dan zat je daar en die mensen hadden op een gegeven moment ook zoiets van, ja, wist ook niet welke kant het op ging. En uiteindelijk kwam eraf van, nou ja, weet je, als jij binnen twee weken 20.000 euro betaalt, dan strepen we alles weg. Dus uh, maar ja, ja oké, okay, maar ja, waar haal ik nu weer 20.000 euro weg? Maar goed, klaar, dat zie je dan alweer en hmm. uh, nou ja, dan ging ik eens een keer met een vriend fietsen. Een week later en te bellen een andere vriend die zei voor zo en zo wat is er aan de hand? Ik zei nou ja ik zit binnen een week ergens 20.000 euro anders wordt de schuldsanering. En is ach weet je wat? Leen ik je wel en dan uh, zie maar wanneer je het terugbetaalt. Dus die heeft me 20.000 euro geleend. Ik heb dat binnen een jaar met mijn dubbele diensten weer terugbetaald. En zo hebben we eigenlijk de schuldsanering van je cement allemaal kunnen voorkomen. Dat is wel ja. bizar ja. Ja. Maar wel uh, is ook wel een uh bepaald uitgangspunt wat je dan hebt dat je zegt van hé, ik wil het uh, ik wil het echt kosten wat het kost niet verhit uh, laten gaan of over de kop laten gaan ik ja. denk dat heel veel mensen best wel relatief makkelijk zeggen van oh weet je gewoon doorstarten en uh, ja, ja verhit verklaren en, ja. <laughs> want dat ging ja. toen allemaal vanuit de bv of nee het was toen allemaal eenmanszaak oh, oké okay. okay. ja, want dus ja als je verhit dan ben je ook echt verhit ja, ja, dan ja dan ben je persoonlijk viert, uh, ja. ja ja dat is een ja, verschil ja dus dat ja. was zeker een verschil dus uh, nee dan, dan dan was ik ook echt uh, het haasje ja ja dus, uh, en kijk, en ga je met een zaakfiets, het is dan weer wat anders dan met als je als privé viert gaat natuurlijk. Want dat ja. kan je hele leven achtervolgen. Ja, dat is wel ja. uh, dat is ja. wel een heel ander verhaal ja. Ja, en en toen die uh, dat je dat allemaal had meegemaakt, uh, toen moest je natuurlijk alles weer vanaf nul af aan. Of eigenlijk ja, min ja. Moest je het, <laughs> moest je het opbouwen. Ja. Uh, hoe, hoe heb je toen toch uh, gezorgd van dat je ja dat je daar wel mee aan de gang bleef of positief genoeg bleef om te ja. denken van hé, hey, ik zie een uitweg. Ja, dat is heel ja, heel bijzonder. Want achteraf heb ik nooit het idee gehad dat ik het niet zou redden. Dus, en ik heb heel vaak gehad, ik weet nog dat ik eens een keer bij mijn ouders had, we hadden een hele leuke gezellige barbecue in de tuin en er was gewoon geen geld, alles was op. Dus ik wist gewoon van, joh, ja, ik leg mijn hoofd, gewoon letterlijk ook in je hoofd, dat je denkt, nou, ik leg mijn hoofd nu maar op dat hakblok en wie nu ook komt, weet je, hak hem er maar af, dan is het maar klaar, weet je. En dan, ja, en dan, dan open ik de rekening, stond er ineens 4000 euro op, van ik weer ergens belastinggeld heb teruggevraagd, uit teruggevraagd uit de buitenlanders, zo. En dat, dat was ineens op dat moment binnen, weet je, dat je denkt, Oké, okay. ja. dus op de ene manier ga ik wel door van joh, op de ene manier. Mag ik dus schijnbaar niet kapot gaan, want anders was het al gebeurd. Dus dat, dat was een bepaald vertrouwen wat ik mijzelf al aanhield. Ja, en uh, toen ik mijn zaak begon, was ik ook al gewoon in de biep. Was altijd boeken aan het lezen van joh, hoe, hoe heel mezelf beter te maken. En dat deed ik in die tijd ook gewoon weer. Ik denk, ja, ik pak dat op, eerst maar weer vanuit loondienst. Want ja moet wel gewoon een basis uh, tussen de haakjes basisinkomen zijn ja. en vandaar ik dacht van ja oké okay, weet je dan gaat het toch een beetje van ja je wilt toch wel weer ondernemen nou ik had al, wel, ik kwam ooit um, bij een oude professor altijd moest ik altijd zijn vrouw naar bed brengen en dan gingen wij altijd daarna nog lekker zitten kletsen en die man woonde in een van de grootste huizen van uh, Groningen dus het was altijd super gezellig en die had al zoiets van joh, je moet zorgen dat je een beetje achter in die bus komt te zitten en nu moet je rijden je moet alles doen je moet zorgen dat je in een bepaalde handel komt wat niet zo gevoelig is voor nou ja, omstandigheden, weet je, crisis en dat soort dingen, en zorgen dat jij niet elke okay, voor al die anderen aan het werk moet, maar dat die anderen voor jou aan het werk zijn, dus dat soort dingen. Dat, dat ben je dan wel aan het onthouden. En dan, dacht ik, ja, hoe kan ik dat doen? Nou, ik, ik had altijd, ik was gewoon goed, ik was pleegkundige. Ik werkte daarna in de begeleiding in de forensische psychiatrie, en daar was ik best goed in. Ik vond het ook echt super leuk, dus ik dacht van. Het lijkt me leuk om zorg en ondernemerschap eens te combineren. Ja, wat nou, zei ik, ik had een ontspoord broertje die kwam op straat. Dus daar heb ik toen een kamer voor geregeld. Dan heb ik zijn oude begeleider gebeld. Ik geregeld. De UWV, we hebben dat allemaal keurig geregeld. Dat ging goed. En toen hadden ze zoiets van: hey, wacht even, de gemeente zei van ja, maar als jij hem kan, nou, dan heb ik er nogal een paar voor je. Dus en dat is toen best wel gaan groeien. Maar dat was heel veel in tijd. Want uh, toen we begonnen, ging het van de overheid, moest alles weer terug naar gemeentes. En die raakte alles kwijt. Dus wij, wij waren bijvoorbeeld met zorg bezig voor allerlei uh, bewoners, cliënten. Ja, en dan kregen we niet betaald, want de gemeentes was ze was gewoon die dossiers kwijt. Dus dat, <laughs> dat was, was, ja. was ook al wat. Dus toen heeft mijn vrouw nog eens een keer salarissen gestort, omdat het gewoon anders niet kon. Dus, uh, maar zo, zo is het eigenlijk allemaal weer opnieuw begonnen. En, en ja, gewoon uh, ja, weer schouders eronder en, uh, en doorgaan. Dat, ja. ja, eigenlijk dat gewoon doorgaan. Ja, maar ja. toch uh, toch altijd wel dat, uh, dat vertrouwen gehad in het leven. Of dat het leven ja. je wel helpt uiteindelijk weer om erbovenop te komen. Ja. Dat, is wel, dat is wel heel mooi. En dat je juist uit al die omstandigheden. Want als, ja, als je jou nu sowieso zo zo ziet, ook op social media, en zo denk je: oh ja, die, die, die kerel heeft het allemaal super voor elkaar en uh, allemaal super relaxed. Maar daar ja. is, is er super veel ook aan vooraf gegaan en heel veel pijnlijke lessen. Ja. En, en ja, dat, maar dat ziet niet iedereen uh, direct. Maar. Nee, nee, maar het is hetzelfde met jullie met de, met de podcast. Kijk, jullie hebben een podcast met heel veel luisteraars. Maar ja, het is niet uit de lucht komen vallen, nee. denk ik zo. En als ik net even zie hoe jullie hiermee bezig zijn. En dat is natuurlijk wel het beeld wat mensen van buiten hebben. Oh, nou dat is heel goed en ja, maar ja. Je, kijk, als ik nu een podcast heb met zoveel luisteraars als jullie, ja, dan ging het mij ook veel makkelijker af. Maar het komt niet aan waai, je? Het is niet nee, zomaar, hé, hey, dat is er. Nee, dan moet je je best voor doen, dan moet je ook keihard voor werken. Ja, ja. mensen zien niet wat voor werk er allemaal in gaat. En net zoals bijvoorbeeld David uh, toen ik zei, van, er gaat zo'n verhaal aan vooraf, waardoor je nu vanuit deze manier kan ondernemen maar ja. dat is niet wat mensen zien. Mensen zien gewoon gelijk het eindresultaat. Ja. En dan is het wel heel mooi wat je ook zegt van zelfs op die hele diepe dalen, dat je wel dat geloof hebt gehouden dat je dan elke keer weer daardoor juist ontwikkeld bent waardoor je nu hier staat. Ja. Ja, dat is het. Ik weet dat ik toen ik echt nou ja, ik zeg, zo goed als vierd was, ik ben niet 40 gegaan, maar uiteindelijk op dat randje stond. En toen was ik bij vrienden aan het schilderen en het helpen en die zagen joh en die had een mooi vrijstaand huis zeggen nou ja over een paar jaar heb jij dit ook weer. Dat je nou, nou ja, oké, okay, dat denk ik niet. Ja, <laughs> lijkt, lijkt me stug. Lijkt me stug. Maar het was ook echt zo, twee jaar later hadden we het. Ja, bizar dus, hè? Ja, en dan heb ik wel geluk met mijn vrouw natuurlijk. dat had gewoon een goede baan. En dat is de stabiele factor in oh, ons ja. stuk natuurlijk. Dus, uh, maar ja, het was wel zo. Dus, dus dat je denkt, ik hey, merkte ook hoe snel het weer kon gaan. Maar het was echt, ja, vanaf nul af aan alles weer opbouwen. Dus, ja. en... Ja, dan begin je weer met hele lange dagen, die, 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 die beginperiode ook. Dan mijn vrouw, alles om drie uur s nachts zei: van, joh, en nu naar bed. Weet je, maar ja, ik dacht van ja, ik moest aanbestedingen schrijven, ik moest facturatie doen, alles moest je weer zelf doen. Dus hè, nu hebben we, denk ik, een man of 50, 60 in dienst verspreid over de bedrijven. Maar elke functie heb ik ooit zelf gedaan. Weet ja. je? en onder de drukke wet namen we er iemand voor aan. Maar ja, dat was in het begin, was het echt wel aanpoten. En omdat we gewoon totaal niet wisten, ik was gewoon goed in begeleiden en dus ik kon wat goed met zorg. Maar ja, die hele achterkant, als ik nu geweten had dat het allemaal zo ingewikkeld was. Ja. Ja, maar ja, ik denk dat dat het hele ondernemerschap is. Dus je moet ja. vaak niet weten dat het zo ingewikkeld is, want anders begin je niet aan. Nee, <laughs> nee Als je nee. alles van tevoren weet, dan begin je er niet meer aan. Want nee. uh, dat, dat pad is zo, uh, zoveel tegenslagen. En ook alle dingen die jij hebt meegemaakt. Maar ik denk dat dat over het algemeen ja. wel geldt. Als ondernemer je hebt een bepaald eindpunt heb je gezet en ja. uh, dat hou je voor ogen. Maar als je, ja. als je van tevoren al weet wat je er allemaal voor moet doen, dan, ja. uh, dan ja. laat je het wel. denk ja, ik. Dan laat je het 100%. Ja, ja, en, en in die ik. tijd van de Formule 1, wat zijn daar eigenlijk een beetje de belangrijkste lessen? Want ik bedoel, dat is best wel een interessante iets, want het is heel veel in het buitenland. Er zijn ook ja. heel veel verschillende plekken. Wat zijn de lessen die je daaruit hebt meegenomen die je later weer hebt kunnen toepassen om eigenlijk toch best wel in korte tijd dat zorgbedrijf zo mm. kunnen laten schalen? Nou, uh, eigenlijk bijna alles. Want, want um, kijk, wij in Nederland is alles is perfect geregeld. Hè? En als je hier een hotel boekt en dan kun je 77 namen doorgeven, alles klopt. Maar goed, als je in het buitenland gewoon doorgeeft van joh. Cheered komt. Nou, dan kan cheered gaan inchecken. Cheered komt niet op de lijst voor. Dus <laughs> weet je, dus wij zijn heel erg, wat, je, wat wij hier ook altijd zeggen, of joh. Ga niet uit van aannames, maar ga echt feiten checken, check alles, weet je. wij uh, Bijvoorbeeld met hotels, wij gingen er altijd heen en dan gingen we de gastennaais te checken. Van, joh, kloppen de kamers, kloppen de namen, kloppen de dingen. Het zijn hele simpele dingen, maar je wil niet weten hoe vaak wij in het begin dat niet deden. Of hoe vaak het is twee keer gebeurd. Maar dan dat ze dan aankwamen en dan bleek gewoon die kamer er niet te zijn, of onder een andere naam of mm. weet je, zoiets. Of dat we zeiden van ja, we willen dolgraag de hotelkamer nu betalen. Ze zeiden, nee hoor, dat komt later wel. Laat je gast nou eens maar komen. Want hè? en dan vervolgens, waar we waren dan twee, tweeënhalf uur later, zaten we in Monaco op de tribune. En dan werd er gebeld van die gast: ja, we mogen de kamer niet in. Want ja, jullie hebben niet betaald. <laughs> nou, weet je, dat soort dingen. Dus nu hebben we heel erg, oké, okay, als we iets willen, dan gaat het ook op die manier. Uh, nou ja, uh, gewoon de, een stukje brutaliteit heb je ook altijd wel nodig. Ik weet niet of brutaliteit het mooiste woord is, maar wel. Ja, uh, je moest op een gegeven moment ergens een, een gang in en en met die formule, 1, je wordt heel creatief in bepaalde dingen uh, je wordt onderscheidend in heel veel dingen dus, dus ja dus ik heb daar behoorlijk wat lessen in meegenomen en ja in het buitenland is alles is gewoon moeilijker Weet je want je hebt de taal al niet mee dus je hebt, je hebt van alles heb je al tegen ja. dus uh, dus nee, het, zijn, het zijn wel meerdere dingen. Nou ja, sowieso ook met het geld omgaan. Weet je, want wij moesten altijd alles een jaar van tevoren voor financieren. Dus een stukje marketing. Terwijl wij in de zorg eigenlijk helemaal niks aan marketing doen. Omdat wij een bepaalde niche hebben waar we heel goed in zijn. Is misschien ook een vorm van marketing trouwens. Maar daardoor komen ze wel bij ons. Dus uh, mm -hmm. ja, ja, ik denk wat, wat wel niet. Ja. Ja, 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 vooral ja. creatief oplossingen bedenken ja. en snel schakelen. Dat is denk ik ja. een hele belangrijke. Waar je ja. Wat je daar al helemaal mee ja. krijgt, wat je inderdaad zegt. Dus in het buitenland, dingen gaan fout, andere ja. taal. Dan moet je echt creatieve dingen kunnen oplossen. En ik denk ja. dat voor iedere ondernemer, waar we ook wel eerder met Mark Soons over hebben gehad. Op een gegeven moment heb je een bepaald probleem. En in het begin duurt dat heel lang voordat je dan bij die oplossing komt. Maar hoe verder je komt in het ondernemerschap, hoe sneller je gaat van probleem, bam, oplossing. Ja. In plaats van eerst er heel lang mee zitten, misschien een keer boos worden. Maar dan is het gewoon probleem snel oplossen en ja. weer door. En dat is denk ik wel wat je als ondernemer moet leren, heel snel schakelen. Ja. Ja, en, en relativeren. Ik, ik weet wat, wat je zo zei. We hadden toen een DTM-kaartje van 60 euro of zo. En die was dan uitverkocht. Ik had dat weer eens verprutst. En dan moest ik... Je, dan kun je zeggen, ja, jammer dan. Algemene voorwaarden zeggen dat het dan pech is. Hier heb je je tjes terug. En het ging echt maar om dat soort bedragen. Dat ik dacht van ja, of ik geef ze een betere kaart. Die kost 80 euro. Dus dan had ik ineens 20 euro verlies op zo'n kaartje. Maar dat was in die tijd heel veel geld. Nou, dan lag ik dan echt... Gewoon een of twee nachten van bakken, weet je. En nu denk je daar aan terug, en ik, ach oh man, waar heb je je druk om gemaakt. Maar het effect was wel, ik gaf hem een betere kaart, een upgrade, en daardoor werden ze wel leven lang klant. Weet je. Ja. dus ik vind uiteindelijk ook wel weer terug. Dus die investering heeft zich altijd terugbetaald met zijn al die dingen, wat je ook zeggen. Ja, je hebt een probleem, ja, je lost hem op. En vervolgens krijg je nog grotere problemen, nog grotere problemen. Dat zeg ik ook, ja, als dat niet zo is, ja, dan ga je waarschijnlijk ook niet meer hard genoeg. Dat, uh, ja, mm, dat ja. ja, dat is zo. Ja, dat is natuurlijk ook heel erg cliché. Maar, maar het leven test je ook gewoon echt van hoe graag wil je het en kun je ermee omgaan. Want ja. elke keer, de, ja, je bouwt natuurlijk karakter op elke keer dat je omgaat met een fout. En het wordt steeds, ja. uh, het wordt steeds makkelijker en je leert het steeds beter relativeren inderdaad ja. van... Uh, in het begin is uh, elke klant met een klacht dus uh, inderdaad uh, lig je daar gewoon een uh, nacht wakker van of, ja. uh, of heb je twee dagen last van. Ja, ja en nu is het gewoon uh, je krijgt een klacht, nou ja, je, je belt die klant in twee minuten en dan zet je het van je af want het heeft toch geen nut meer om nee. onder druk over te maken. Nee klopt. Je leert gewoon ermee omgaan en je leert ook gewoon dat, nou ja goed om het in de tijd te zetten oké okay, weet je, je, het is zo, je had schouders op en je gaat wel weer door, weet je. En, en, en dat stuk hebben wij er ook wel uitgehaald, van ja oké okay, uh, het kan nog zo vellen zijn, maar ja, of het dan een klacht is of een crisis is, in alles moet je er weer sterker uit gaan komen. Dus ja, als die klacht zo is, nou, dan geef we maar wat extra, waardeer het maar wat op. En dat verdient zich wel terug, weet je. En als je dan maar gewoon lekker blijft communiceren met elkaar, ja. dan, dan valt het wel mee. We hebben het volgens een keer gehad, dat was ook heel mooi. Een man had bij ons een boeking gedaan en die wilde skaten kaarten hebben. En duurde allemaal lang, maar die heeft de hele tijd naar een verkeerd mailadres zitten e-mailen. <laughs> ja, daar kan ik niks aan doen. Dus tegen die tijd dat ik hem eens aan de lijn had, weet je, want Kater wordt het heel laat uitgegeven, Die man was helemaal over de zeik. weet je, want ja, eh, oplichters en dit en dat. En op een gegeven moment, ja, weet je, ik ben er ook wel klaar mee. Ja. De ik zeg man. Het is gewoon allemaal niet waar, maar als jij dat denkt, dan is het zo. Dus wat je, ik zei, wat je doet, ga maar lekker naar LinkedIn. Ik zeg, zoek mij op. Ik zeg, zoek de vijf namen uit. Uh, ik zeg, er staan goede namen tussen. Ik zeg, ga ze maar contacten en als één van hun zegt dat dat het zo is, hè, dat ik dat ik niet oké okay ben. Ik zei, dan krijg je je geld terug, weet je, prima. Ja. Nou, en dan ben je dan twee dagen later belde die van ja, nee, ik heb het even gecheckt, het zit toch wel goed, weet je. Ik had misschien toch ook het goede e-mailadres moeten doen, weet ja, je. Dat, ja, ja. ja, weet je, het is allemaal achteraf, maar ik, ja, ik vond het altijd wel leuk of zo, weet je. Maar ja, op dat ja. moment, ja, nee, natuurlijk, dan zit je dik in de stress. Hmm. Maar op zich, dat soort dingen kun je nog wel redelijk relativeren. Ja. Maar ik kan me voorstellen op het punt dat jij op dat flatje drie hoog zat, alles was eigenlijk naar de kloot op dat moment qua bedrijf en dan ook nog eens je vader die heel erg Ziek wordt, hoe heb je in die tijd toch nog het hoofd boven water kunnen houden en ook de motivatie en zingeving kunnen houden om toch alles door te zetten? Want ik kan me voorstellen dat dat op dat moment gewoon wel heel lastig is. Ja, dat, nee, dat was het ook. Nou ja, wat, wat ik deed vond ik leuk. Weet je, dat, en dat, ik denk dat dat een van de dingen is. Gewoon alles wat ik doe vind ik leuk. He, natuurlijk, binnen het werk zitten de dingen die niet leuk zijn. Formule 1 was mijn passie. Die zorg was mijn passie. Het werk wat ik deed. Ook al was het bij Terminalen: S'nachts zitten wachten tot ze zouden overlijden... Vond ik ook fantastisch. Dus alles wat ik deed, vond ik altijd leuk. Dus het voelde niet als werk. En als ik daar s'nachts zat, dan kon ik over de, hè, mijn, mijn administratie weer bijwerken. Ik kon ondertussen ja. mijn site weer upgraden. Dus ik was wel altijd bezig. En ja. ja ik heb nooit het idee gehad dat ik het niet zou halen. Dus ik wist gewoon, ik haal het gewoon alleen ik moet er even doorheen. Alleen dat even. Ja, dat duurde iets <laughs> langer. Ja. En het werd wat vervelender, wat moeilijker. Maar ja... Later. Kijk, ik wil die tijd nooit meer terug. Maar later zei ik, ja, ik heb daar zoveel van geleerd. Ja, ik had het liever niet geleerd, maar ja, nu ik het toch heb geleerd, nu kan ik het weer meenemen. En dat heeft mijn bedrijf later echt wel beter gemaakt. En ook mijzelf. Maar ja, toen was het ja, ik, ik had nooit twijfeld dat ik het niet zou halen zo. nee. Dus ja, dan ga je gewoon. Ja. Dat is eigenlijk de belangrijkste factor, denk ik, dat geloof. Ja. We hebben nu ook in onze Academy een heel deel over mindset. Ja. En uh, ik heb toevallig laatste beelden geëdit. En daar vertelt David ook heel erg over dat dat ja. eigenlijk de belangrijkste factor is. Ja. Dat geloof van binnen ja. dat je het kan halen, dat ja. het mogelijk is, dan kan je zelfs dit soort hele lastige dingen kan je gewoon, uh, kan je gewoon makkelijk aan. Ja, ja wij zijn ook altijd van joh, ga maar gewoon lopen. Hè. Dat pad komt vanzelf wel. Ja. Je? En kijk, in Nederland zijn we heel erg van, joh, eerst uh, zien dan geloven. Terwijl ik altijd iedereen probeer wijs te maken van nee, je moet gewoon eerst geloven en dan ga je het zien. Weet je, en dat is heel erg tegenstrijdig. Dus ja, bij mij ja, zessen ze dan ook wel van ja, maar hoe wist je dat je dat doet? Dat wist ik niet. Weet je, dat wist ik helemaal niet. Gewoon, nee. Maar ik wist gewoon wat mijn doel was, waar ik heen wilde. En dan gingen wij gewoon bewegen. En dan komt alles gaandeweg er wel invallen. Ja, ja, zeker. En die, 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 dat gesprek ook wel met ondernemers uh, die, die erbij bij me komen en dan nou, voor adviezen, dat soort dingen. En dan, ja, die willen dan eerst alles zo duidelijk hebben en, en ingekaderd en noem maar eens maar op. Ja, maar dat, zo, zo gaat het niet werken. Weet je? Dat, je moet echt beginnen met waar wil ik naartoe. En dan gaat alles zich wel vormen. Ja. Toen, toen wij begonnen zeiden we, eerst het eerste doel was een miljoen euro omzet. Ja, oké, okay, maar wat hebben we daarvoor nodig? Dus nou ja, die, die, die miljoen kun je omschrijven. Maar oké, okay, dan, dan gaan we terugrekenen van drie jaar terug naar twee, naar één. Oké, okay, dan moeten we over twee jaar ongeveer op een half miljoen. Nu zitten wij op drie ton, noem maar wat. En ja, en dan ga je weer die, die andere kant. Maar wat, wat houdt dat dan in? Nou, dat houdt in dat we dus uh, twee tot drie keer zoveel cliënten gaan krijgen. Dus ook twee tot drie keer zoveel huizen. Uh, de back-office heeft twee tot drie keer zoveel werk, maar ja, die zitten nu al aan. Dus dat houdt in dat voor de functie van uh, nou ja, nummer één, daar moet nog eentje bij gaan komen. Uh, allerlei processen zullen we dan ineens heel anders moeten gaan inrichten. Dus wij zetten die stip aan de horizon, die eerste miljoen, voor over drie jaar. En we gaan op dat moment gaan we beginnen en we gaan op dat moment lopen bij nou ja, een functie toe. Dan zei ik, daar gaan we nu een factuur voor uitzetten. Waardoor die collega zag van ja, maar wat gaat hier nu gebeuren? Ga, ga je mij vervangen? Uh, want waarom zet je vacature? Want ik, ik heb toch genoeg werk, ik red dit allemaal wel. Dus ja, dat weet ik, maar we gaan naar die miljoen toe en dan niet meer. Met je en niet zozeer om die miljoen zo bij een aantal te noemen in ons geval. Zeiden we ja, maar we willen straks bijvoorbeeld 50 cliënten hebben? Er zal een, uh, een aantal cliënten aangekoppeld zijn. Of klanten of uh, verzinnen, maar. Op dat moment, ja, we gaan bewegen en dan, dan ga je dus lopen. Weet je, dat is eigenlijk letterlijk wat je doet. Je gaat gewoon lopen en je weet gewoon, oké, okay, dan moeten we dan dat doen, dat doen, dat doen. Maar omdat we heel duidelijk wisten waar we naartoe wilden en hoe we dat wilden gaan doen. Ja, dan is het niet zo moeilijk. Dus dan, dan komt het vanzelf. Dus tegen die tijd dat die collega haar extra vacature opgevuld zag en die collega erbij had. Toen was ze zoiets van, ja man, het loopt me al bijna over de schoenen. Dus ja, dat kwam perfect uit. Had ook niet later gemoeten. Ja. Je, omdat je gewoon wist, oké, okay, en dan moet er een functie bij die, die zorgt dat de woningen uh, gaan komen. Oh, dan moet er ook een, een manager gaan komen. En dan... En dan ga je bewegen. En dan zie je gewoon, ja, dat hele pad komt wel. En dan helemaal. Ja, hoe, dat ja, wisten wij ook niet. Weet je, we wisten gewoon dat als je dat wil halen, dan heb je die functies nodig en zoveel huizen. En dat konden we wel uitrekenen. En hoe het dan allemaal ontstaat. Dat komt wel. Weet je? Ja. Dat is het stukje van je, dat, dat ga je wel zien als je het gelooft. Maar het blijft bij dat stuk geloof. Een duidelijke richting plus geloof. Ja, zeker. Ja. En dat hogere doel zien, dus die miljoen in dit geval. Ja. Of die 50 ja. cliënten extra. Ja. Maar in ieder geval als je dat voor ogen hebt, dan kun je daarna terug gaan rekenen van oké, okay, wat moet er dan allemaal gebeuren? Ja. En dan wordt het al een stuk helderder. Ja. Want heel veel mensen die doen dat niet, die denken gewoon van oh ja, nou we willen daarheen, maar die gaan dan niet terugrekenen. Ja, en dan, ja. dan blijft het heel vaag. Nee, nee en dat, het was nu, nu ook volgens mij al na anderhalf jaar al. Weet je, omdat het dan ineens zo makkelijk wordt. Iedereen gaat er dan in meedenken. Wordt het een gezamenlijk iets? En Toen waren we bezig en toen gingen we zeggen... Ja, wacht even, we zijn er al doorheen. Weet je, dat je denkt, oh, hè, maar we hoeven er pas over een jaar. Maar dan gaat het ineens ook veel sneller. Omdat dan alle energie diezelfde kant op gaat. En iedereen heeft hetzelfde doel voor ogen. Ja, en dan, dan gaat hij gewoon. Ja. En, en, maar ook daarin hadden wij nooit het idee dat we het niet zouden halen. Het was gewoon voor ons al duidelijk. We zetten hem neer en dat gaan wij gewoon halen. Punt. Weet je, er, er is geen twijfel mogelijk. Nou ja, nou. en ik denk dat dat een van ook wel van de successen is natuurlijk. Want op het moment dat je ergens echt in gelooft en je weet dat het zo is en je zet hem duidelijk neer en je kan hem terughalen. En vaak zeiden we ook nog wel eens van: joh, dat, het, dat het niet blind gokken wordt, maar wat is bijvoorbeeld een backup plan als dat niet lukt of dat niet. Dat hadden we allemaal wel. Maar die heb je dan allemaal niet nodig. En dan is het gewoon bewegen en beginnen. En, en, en dat is natuurlijk, en dat zullen dat jullie met jullie acken ook zien, dat heel veel ondernemers wel elke keer over hebben, maar niet gaan beginnen. Weet je, dat is wat wij wel deden. Was gewoon, gewoon continu beginnen. Willen we het doen? Ga maar gewoon doen. Ja. Je, want anders gaat het niet gebeuren. Nee, dat is het grootste, vaak het grootste thema. Van uitstellen ja. en geen keuzes durven maken. Terwijl ja. als je gewoon diep van binnen weet je wel wat je moet doen of wil ja. doen. En als je daarmee begint, ja, dan ga je die meters maken. En dan ga je het gaandeweg leren. In plaats van je kunt het niet allemaal van tevoren al weten hoe het gaat ja. lopen. Dus dat je moet op een gegeven moment gewoon dat vertrouwen hebben. En, uh, en accepteren dat je dat je het niet, dat je ja. geen grip hebt of geen ja. controle hebt. Want ja. Dat is, dat is ook het mooie. Vaak ga je van tevoren natuurlijk alles helemaal uh, uitdenken. Maar net als wat jij zegt, je maakt een plan. Dus je hebt wel een richting. Alleen ja, na een week of, uh, of, of een maand ga je natuurlijk merken dat het allemaal anders loopt. En dan ga je het toch weer aanpassen. Ja. Dus ja, het... ja, als, je, als je ons eerste plan zag, dat is helemaal niks geworden. Wij wilden ex-gedetineerden doen. Nou ja, we kwamen er gaandeweg achter dat je daar bepaalde contracten en eisen aan, aan verbonden was. Dat konden wij helemaal niet. Dus nou ja, dan pas je het aan naar een iets andere doelgroep. En zo zijn we die detachering ook begonnen. Hè. We laten met de Compion een detacheringsbureau begonnen. Maar daar zeiden we ook van, 'Hou, waren we gewoon in het begin de trechter wat breder. En dan zien we wel waar die erin valt. Weet je, en daar dat wordt hem dan. En we begonnen in het noorden met zorgpersoneel. En we zijn nu in Utrecht Amsterdam zijn we gekomen. Dus ja, het plan is nog redelijk hetzelfde, maar ja. toch in een hele andere richting in. Maar ja, als we dat helemaal hadden dichtgetimmerd, dan, dan, ja, dan waren we een stuk gelopen in het noorden. We ja. niet gered. Nee. Het gaat meer om inderdaad aanpassen gaandeweg, denk ik, dan, ja. uh, dan echt helemaal ja. rigide vasthouden aan, ja. uh, aan, aan één plan. ook ja, uiteindelijk. Ja. ja, en wat jullie ook zeggen, je leert wel bij. Dus je gaandeweg leer je bij. Want heel vervaardig ja, wist ik ook niet. Nou ja, dan ga je dat leren. Mm -hmm. je, dat. Uh, en, en nou ja, goed, ik had in het, uh, ik had in het begin geluk met Piet, die heel veel leerde. Wel, hè, die man had allemaal banken gehad, had allemaal zaken gehad. Ja, die was elke dag met mij mee op pad. Ja, die zette een stukje basis neer qua financiën. Nou, toen. Kwam er een raad van commissarissen? Ja, daar hadden we meneer Huis met 200 miljoen omzet en 700 man in dienst. Dus ja, altijd als ik hem belde van joh, hoe doe ik dit? Dan was kom maar even langs eten, een broodje en dan wist ik weer wat. En dan zei hij wel, af en toe wel dingen. dat Ik denk, van, ik heb geen idee wat het over hebben. Maar dan sloot ik me weer een weekendje op in de biep en dan ging ik weer bijleren. Weet je, en tegenwoordig met YouTube filmpjes kijken en zo. Spijkerde ik mijn kennis wel weer bij? Want ik denk dat dat altijd wel belangrijk is. Tenminste, als ondernemer moet ik altijd weten van joh, waar gaat nu de economie naartoe? Waar gaan we naartoe met z'n allen? Weet je, en toen die hele twee jaar geleden met die hele coronacrisis, inflatie, dat soort dingen. Ik, ja, ik kan hem achteroverleunen en dan een beetje op, alles op gevoel doen. Maar ja, het is wel handig als ik weet waar gaat de economie over, he, over een tijdje naartoe, zodat ik tijdig kan bijsturen. Want ja, We zijn niet met z'n tweeën, we, we zijn met vijftig, zestig mensen. Dus dat is een heel ander andere verantwoording ja. en ik zag bijvoorbeeld ja ineens gingen ze heel veel schulden maken en ik dat is gek want ja met inflatie erbij maar helemaal snapte ik het niet alleen een onderbuikgevoel iets klopt niet ja toen ben ik me helemaal in die economie gaan verdiepen en op basis daarvan zijn wij binnen het bedrijf keuzes gaan maken waarvan mijn administratie zei van, is dit nu verstandig ik zeg, ik denk het wel want dit kan niet goed gaan weet je dus en dan gaat uiteindelijk met inflatie alles erbij. Dan, het lost zich wel op. En eigenlijk zo gezegd, zo gedaan. Maar wel omdat je continu aan het vooruitkijken bent. Oké, okay, daar wil ik naartoe. Zo gaan we dat doen. En waar ik het niet weet. Ja, dan spijk ik mijn kennis wel bij. En anders dan koop ik het wel in. Want ja, je kan het er niet meer op aan laten komen. Dus nee, nee. Dat is denk ik wel een hele goeie. Dat je altijd bewust bent dat je heel veel dingen niet weet. En dat je dus ook continu leergierig bent. En dan ja. bij mensen gaat kijken van die daar meer kennis over hebben. Ja. En op die manier zorg je inderdaad voor dat je vooruit blijft lopen. Want anders zul je zien dat heel vaak. De tijdje inhaalt en dat je dan op een gegeven moment denkt van shit, ja. ik heb hier helemaal niet naar gekeken, ik weet hier helemaal niks van. En nu is het eigenlijk al te laat. Ja, je te dan laat. moet zal in één keer heel snel bijschakelen. Ja. ja, dan ben je te laat. En, en uh, wat zeggen, de ondertitel van mijn boek is ook bereik meer met minder inspanning. Dus dat is ook continu een beetje die zoektocht. En dat is het persoonlijke groei. Ik denk waar we met wel met z'n allen al op aanslaan. Maar ook gewoon continu van, hey, stel dat ik dit nu een uur doe, wat is dan mijn effectiviteit? En als ik dat nou net iets anders doe, pak maar gewoon in een sportschool als je een bepaalde mm. beweging hebt. Ik was aan het trainen en dan komt er een personal trainer die zegt van... ja, als je dit nog net iets anders pakt, dan heb je hem veel efficiënter. Dus ga ik in diezelfde tijd ineens veel efficiënter zijn... doordat ja. ik hem even een uurtje inhuur. Dus het... Dat is zo'n continue zoektocht. Uh, dat, dat, dat is toen allemaal ontstaan in die tijd, dat natuurlijk helemaal misging. Dit is waarom de meeste online cursussen niet het succes brengen wat ze in eerste instantie beloven. De meeste cursussen zijn gefocust op snel geld verdienen op korte termijn. Dat is precies het probleem dat mensen een cursus aankopen en vervolgens aan hun lot overgelaten worden en geen idee hebben hoe ze moeten beginnen. Ze starten een business met een businessmodel waar ze eigenlijk niet echt achter staan. Dit is waarom wij in de Ondernemend Academy verschillende businessmodellen behandelen en jou gaan helpen met een één op één traject waarin we Kijken naar wie jij bent, wat je wil en hoe jij op de lange termijn successen wil gaan behalen. Dus wil jij niet aan je lot overgelaten worden met een of andere cursus, wil je echt concrete stappen gaan ondernemen en wil je voor de lange termijn succes opbouwen, dan kun je een kijkje nemen bij Ondernemend Academy. Dus wil jij werken aan jouw duurzame lange termijn succes en echt stappen gaan ondernemen in een business waar je achter staat, neem dan contact met ons op door je e-mailadres hieronder achter te laten. En we plannen vrijblijvend een gratis strategiegesprek met je in. En Alexander, je had het net al, uh, je noemde het boek. Ja. Hoe, uh, hoe ben je toen eigenlijk gegaan van uh, alles zelf doen in die onderneming naar uh, meer relaxed ondernemerschap? Welke dingen heb je veranderd of hoe is dat, uh, hoe is dat tot stand gekomen? Nee, dat, dat is wel leuk. Want eigenlijk alles wat ik doe en deed, dat was altijd meteen van joh, kijk, van, hoe word ik zelf meteen overbodig? Zo van joh, ja, omdat dat aan en. Een bedrijf is meer waard om en dat een eigenaar overbodig is. Dus dat zat erachter. En er zat gewoon een stuk in dat ik denk... ja, als een ander het kan doen... ja, dan hoef ik het zelf ook niet te doen. Dat ja. je, dus ook een stuk... ja, misschien relaxedheid, luigheid. Dus in de derde is gewoon... ja, dat vind ik gewoon leuk. Dus, dus zo ben ik eigenlijk een beetje begonnen. Of joh, ook in het bedrijf. Oké, okay, hoe kan dat beter? Nou, dan op een gegeven moment... moest bijvoorbeeld een manager binnenkomen. Dus... Nou ja, die kan het weer beter. En dan zocht ik ook altijd iemand die tien keer beter is dan ik het kan. Dus in alles zoek ik altijd de beste mensen. Dus, want dan haalt het mijn niveau ook weer omhoog. Nou ja, en ik kijk bij alles elke keer veel meer dat ik het te druk heb. Waarmee, oké, okay, dit is mijn werk. Hoe kan ik daar iemand bij zoeken die dat weer van mij kan overnemen? En daar ook nog beter in is om ook meteen dat niveau omhoog te, te doen. Dus zo, zo is dat eigenlijk ontstaan. En toen kwam er uh, net voor de corona... Toen was er een... Uh, ik was lid bij Friese Zaken, netwerkclub. En die zeiden op een gegeven moment zo... Goh, zou je eens een lezing willen geven? Ik zei, ja, prima, waarover? Nee, want ik was daar sponsor. Ja, ze over jezelf. Ik zei, over mezelf? Zei, ja, over mezelf? En, jonge, wat, wat moet ik dan nou gaan vertellen? Ja, uh, gewoon wat je doet. Want eigenlijk weet eigenlijk niemand wat je doet. Weet je, want ik was altijd uh, sponsor met GP Travel. En dacht ze, ja, daar doe je die Formule 1 kaarten en uh, reizen bij. Dus dat is het. En verder is wel grappig. Want wij op dat moment werkten er, denk ik, al iets van 30 mensen bij. Maar niemand... Ook binnen de hele show, wist niemand dat het mijn bedrijf was. Want ik zet altijd mijn collega's naar voren. Ik had ook kaartjes waar niet directeur op stond, die had ik ook. Ja. Maar dan als ik dacht van, hey hé, wacht even, nu word ik niet serieus genomen, maar dat moet. Dan gaf ik het kaartje met directeur. Maar anders gewoon totaal niet, want dat boeide mij helemaal niet. Dat hele aanzien niet, dus ik was altijd op de achtergrond. En ik stel me ook altijd voor als ik ben een collega van Bas of van Doeken. Verzin een naam. dat is Ja, het, hetgeven, en als er lintjes werden doorgeknipt, dan stuurde ik altijd iemand anders. Maar zelf niet. <laughs> Dus ik zei, nou ja, prima. Dus ik denk, ik moet die lezing uh, geven. Ja, waar moet ik het nou over hebben? Dachten, ja, je moet wel een aantal punten moet je ook meegeven. Dus ik denk, nou, weet je, ik vertel mijn verhaal. En ja, ik vind het gewoon belangrijk, weet je, dat je fouten maakt. Dat vind ik niet erg, als je er maar van leert. Ik dacht, ja, persoonlijke groei, nou, daar slaan jullie ook op aan. Dat vind ik gewoon belangrijk, dat wil ik ze gaan meegeven. Ja, en, en dat je iets doet met een stukje plezier, humor, weet je. Want dat zijn eigenlijk ook onze kernwaarden. Dus ik dacht, nou ja, die wil ik meegeven. Dus ik vertelde mijn verhaal. En de avond voor de lezing, toen dacht ik van... oh, ik moet misschien ook maar eens wat vertellen over dat fouten. En denk ik, ja, hoe ga ik dat nou doen? En ik, ach rek, ik ben ja tien jaar geleden alles kwijtgeraakt. Denk ik, nou ja, uh, fouten zoals maar kan. En het leuke was, uh, dat was een lunchbijeenkomst, was een soort nieuw concept. En dan ging je met tien man in een zaaltje in je eigen kantoor zitten. Maar nou ja, na een dag belde ze al van, ja, die tien hebben we al. En we hebben al een wachtlijst. Dus nou ja, ik dacht, nou, dan ga ik naar een andere locatie. En uiteindelijk hebben we... Bij 70 man heb ik gezegd, nou nu is het klaar. En toen heb ik een restaurant afgeboekt. Want een vriend van mij, die had allerlei horeca-zaken door het land heen, die zei, doe dat nou gewoon. Is goede marketing, weet je? Dus bezuinig daar nou niet op. Dus nou ja, vond ik eigenlijk zonde, maar ik deed het wel. Dus 70 man in die zaal. En ik ging dat vertellen ook over hoe ik alles kwijtraakte, mijn vader overleed. En bij sommigen dacht ik, als ik ze nog langer aankijk, gaan ze huilen. weet je. Dat, <laughs> dus ik dacht, hé, hey, dit, ja. dit, dit slaat wel aan. En daarna, nou, dan krijg je de hele opbouw. Maar... Bijzonder is dan, gunnen mensen het ook wat meer dus dat merkte ik ook. En een heleboel die kwamen ook, na afloop daarmee, toe van joh, hey, wat 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 fantastisch, maar ook omdat ik, nou ja, ik had me heel kwetsbaar opgesteld. Ik had verteld over die fouten, maar ook persoonlijke groei, meditatie, dat soort dingen. Uh, en toen kwamen de mensen van ja, ja, ik ben daar ook stiekem wel een beetje mee aan de gang, maar ja, het is vooral, ja, bij vrouwen zie je dat wat meer, maar bij mannen ben je toch over het algemeen wel een mythe als je mediteert en dat, dus dat vond ik wel heel bijzonder. En toen kwam iedereen op de koffie. En toen dacht ik, ja, dit is lekker. Uh, jullie halen allemaal mijn koffie koffiedrinkje op. Uh, je, je, je neemt mijn tijd in beslag. En dan volgens help ik jou verder. Jij komt weer een stuk verder. En ik dacht, ja, wat, wat, wat word ik hier nou beter van? Dus toen dacht ik, hé, hey, laat ik gewoon eens dat boek gaan schrijven. En dan begin ik daaromheen een heel e-learning uh, platform. Dus daar heb ik al mijn lessen in een hele e-learning gezet. En, en zo is dat gaan ontstaan, en, en wat, wat coaching eromheen voor ondernemers die ook op de koffie komen. Dat je zegt: Ja, oké, okay, ga er nu maar voor betalen. Dus eigenlijk zo ontstond dat boek. Eigenlijk en ja. ook, nou ja, wat, wat, wat mensen daarna heel soort van We wisten helemaal niet dat je dit allemaal deed, weet je, dus uh, je hebt er nooit mee naar koop. Maar we, toen heette mijn site, geloof ik, nog iets van Alexander doet leuke dingen. En dat is ook het enige wat ze zagen. Dus als vrienden mij ook belden, was dat van. Nou, waar zit je in de sportschool of in de sauna? Weet je, of in je tuin? <laughs> ja. En meestal klopte dat ook wel. Want om, omdat ik alle processen zo had ingericht dat een ander dat kon doen. je, dus ik hoefde dat niet te doen. Mm. En ja, ik geloof niet. En volgens mij hebben jullie hetzelfde. Uh, ik doe heel veel met meditatie, heel veel met ademwerk. Uh, dat soort dingen. Ja, daar word je relaxed van. Daardoor kun je jezelf wat overstijgen, denk ik. En ja. ja, daardoor kun je ook beter dingen over zien. Want volgens mij, jullie doen ook, geloof ik, meditatie. Ja, ik, ik luister jullie podcast, ja, uh, daar heb ik, hoor wel eens van. Hoor ik wel eens wat. We delen niet heel veel over onszelf. Ja. Meestal gaat het over de, over de gasten natuurlijk. Ja. Maar inderdaad, dat zijn allemaal dingen... Ik denk, zodra je begint met die persoonlijke ontwikkeling... dan kom je ja. natuurlijk van alles tegen. Want je, je, je komt van het ene in het ander. Ik bedoel, eerst ga je natuurlijk lezen over... Uh, ja, dat je, dat je iets kan verbeteren aan je leven. Dan denk je, oh ja, ik kan bewust invloed uitoefenen op, op dingen. En uh, ja, wat kan ik dan veranderen aan mezelf of verbeteren? Nou ja, dan kom je denk ik steeds een niveautje verder. En dan komt ook wel uh, meer het, uh, het bewustzijn en het, uh, ook het, ja, het meditatie erbij. Ja. Dus steeds meer rust creëren in je leven. En, en ook, wat ik wel mooi vind in jouw verhaal, steeds meer vanuit vertrouwen en geloof gaan leven. In plaats van ja, alles maar willen bedenken en het in je hoofd zitten met zorgen maken en dat soort dingen. Alles. Ja. Ja, Alles komt dan voorbij, ja. Nou, dat ja. ja, is een beetje het, ja. Wet van aantrekking. Hè? Wat, wat trek je aan? nou ja, jij in problemen denkt, trek je problemen aan. Denk je in kansen, mogelijkheden, trek je kansen en mogelijkheden aan. Mm. En bij mij is die hele ja, zoektocht, is het niet eens zozeer. Maar toen ik toen ik alles kwijt was, dacht ik: Oké, okay, maar al mijn vrienden die, die gaan trouwen, krijgen kinderen, kopen huizen. En ja, ik doe de omgekeerde route. Dus nou, daar gaat iets niet goed. Ja, ja. <laughs> en denk, hoe ga ik die tijd inhalen? En toen dacht ik van, oké, okay, ergens in de hersenen, daar zal een magic button zijn. En als je die inknupt, klopt, dan kom je er wel. En zo, zo is dat eigenlijk ontstaan. En ik dacht van, oké, okay, dus bij mensen enorm in de hersenen gaan verdiepen. Toen kwam ik bijvoorbeeld achter met, dat je met uh, uh, hypnose bijvoorbeeld heel veel kan. Hè? Want dat bewustzijn, onderbewustzijn. Dus ging ik naar de hypnotiseur en die loste in een. In, 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 Stuiver in een of hoe noem je dat? Die lost in een hele korte tijd gewoon bepaalde problemen op. Ik dacht, hé, dat is bijzonder. En zo ga je steeds meer. En ik, oké, toen ging ik NLP doen. Bij NLP dan word je weer een boek van Joey Dispenza kreeg ik. En daar is ook daar verdieping weer in. Nou, dan kom je weer op dat meditatie en dat dat probeer mensen ook veel dat 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 zo goed je er bepaalde dingen mee uit en. Nou, dan ging dat die zoektocht steeds door. En toen nou, dan zit je ineens bij Wim Hof in een ijsbad. <laughs> en denk, ja, dan heb ik dacht, ja, ik heb ook altijd iets in het misschien, ja, ja. kunnen jullie het ook als een ander het kan, kan ik het ook? Ja, weet je, misschien moet ik daar meer mijn best voor doen. Maar oké, okay, kan het wel. Dus nou ja, en dan ga je van die ijsbad, dan kom je erachter dat er heel veel met het ademhalen te, te, te winnen is. Dus dan ging ik me verdiepen in ademwerken. Zo pak je elke keer weer een aspect op, waardoor je weer een stap beter wordt. En dat is eigenlijk die zoektocht. Ja, zoek toch het pad wat nooit meer is opgehouden. Nee. Ja, en in plaats van alleen maar die doelen stellen en het doel halen, was dat ineens werd ook dat hele pad ernaartoe daardoor ineens leuk. Want dat werd ook mijn doel op zich. Om ja. dat pad gewoon te doen. Dus dat is toch ja. mooi. Maar ja. je, je verandert daardoor als persoon ook denk ik heel ja. erg. Dus ook voor je hele omgeving, dus voor je collega's of voor ja. werknemers, maar ook iedereen waarmee je te, do te doen hebt in het leven. Ja. Ja, je bent gewoon een heel ander persoon. Want je wordt natuurlijk veel energieker, veel positiever. Het, het gaat steeds meer om jezelf eigenlijk verbeteren. En ja. eigenlijk je, ja, je frequentie noem ik het altijd. Dus gewoon hoe jij, hoe jij trilt, welke, ja. zeg maar Je hebt gewoon een energieveld om je heen en mensen voelen hoe jij hoe jouw stemming is. Ja. En als je eenmaal een goede, betere stemming zit. En je, en je blijft daar, dan gaat je hele leven er anders uitzien. Ja, nou ja, wat jullie eigenlijk in de aankondiging altijd als zeggen dat jullie daar uiteindelijk een betere wereld. En, en dat was bij mij hetzelfde. Ik zei, als ik beter word. Dan kan ik dat weer op mijn collega's overbrengen. Die collega's weer op de cliëntenomgeving. Op die manier maken we met z'n allen de wereld een stukje leuker. Dus zo is dat bij mij ook gewoon als een stukje. Ja, ik zei ja, dat dan wordt dat een soort missie in je leven. Dat ik denk ja, en dat begint gewoon met mijzelf. Weet je dat. Uh, en, en wat je zegt ook, ja, je, je trekt gewoon die dingen aan. Maar door, door te doen is het ook zo. En ik zat mezelf al, af en toe ook wel eens in de weg. Want ja, dan moest ik mijn werk gaan overdragen aan die manager. Ja, ik, ik zag 99% ging goed. Maar waar stoorde ik mij aan? Aan die ene procent? En ja, daar kon ik me helemaal in opvreten. En tot hij eens een keer zei van... Joh, misschien moet jij gewoon eens even weg nu. Je? Laat mij gewoon eens mijn werk doen. Ja, ik denk, hoe moet ik dat dan doen? Ik denk, nou, toen ben ik me wat in mindfulness, meditatie gaan verdiepen. Want ik denk, ja, ik moet nu eens wat rustiger worden. En dan ga je dingen op een afstand bekijken. Dan komen er daar wat successen in. Ik denk, ja, het werkt wel. En ik hoor heel veel mensen, ja, nee, ik heb ik geen geduld voor. Nee, dan moet je het juist doen. Dus ja, uh, dat geeft juist aan dat je het moet doen, inderdaad. Ja. Als je er geen geduld voor hebt, want dat ja. is juist het teken. voelt ja. bijvoorbeeld heel vaak zeggen mensen dan van ja, ik vind mediteren, vind ik niks. Want dan krijg ik de hele tijd gedachten en zo. Maar ja, dan moet je het juist doen, zeg maar. Want ja. dat is juist hetgene waarvoor meditatie is. En die gedachten zijn niet erg, maar je leert er juist naar kijken. Ja ja want nou ja, jullie hebben hetzelfde, denk ik. Want nou ja, jullie doen ook meditatie, dat soort dingen. Maar merken jullie... Want jullie zijn rond de 24. Ja, je hebt 23, ik ja. 26. Ja, precies. Ja. Dus kijk, ik ben er pas uh, een jaar of vijf, zes geleden mee begonnen. Mm. Dus jullie hebben al die hele voorsprong. En jullie zijn er ook al even mee bezig. Ja. merk merken jullie daar verschil in tussen? Heel veel. Ja, zeker. Ja. Vo vooral het stukje jezelf kunnen zien vanuit een ander perspectief. Dus zeg maar... Je gaat niet gelijk reactief naar alles wat er in de wereld gebeurt. Maar het is even dat je jezelf kan bekijken, de situatie kan bekijken. En veel meer vanuit rust dan kan handelen. In plaats ja. van wat heel vaak dan gebeurt er iets. En bijvoorbeeld zit mm. het wel bij mensen om je heen zin. En soms bij jezelf. Dat je gelijk reageert. Maar nu, door meditatie, leer je gewoon al die. die Verschillende punten leer je zien en dan kan je daar vanuit meer rust naar kijken. Dus ik denk dat dat het is een hele fijne basis om van te gaan werken. En het is eigenlijk een beetje, ja, ik denk dat het voor iedereen heel goed kan zijn. Ja, en je, ja. En je leert ook die mind, denk ik, steeds meer uitschakelen. Want uh, ik denk dat onze hele maatschappij, hele economie, alles is heel masculien, heel hoofdig. Zeg maar, alles ja, vanuit, ik, ja. ik ga dit bedenken en dan ga ik, het, ga ik het doen. En daardoor zit je heel veel in je hoofd, eigenlijk, als het ware. En, en je hoofd is continu bezig met jou beschermen tegen problemen. Dus ben je eigenlijk continu gefocust op oh, welk probleem is er dan ga je daar druk over maken en je gaat eigenlijk je wil controle uitoefenen op iets wat in de toekomst gaat gebeuren maar dat, dat kan niet dus je bent continu ben je maar bezig met nieuwe problemen en als je daar de hele tijd zit in je hoofd dan wordt het natuurlijk heel ja het leven wordt wel vrij vervelend omdat je dan de hele tijd alleen maar gefocust bent met uh, de toekomst en mogelijke problemen en ja. dat veroorzaakt heel veel stress ja en ik ja. denk als je daar uit kan stappen door meer uit je hoofd te gaan en dat allemaal los te laten dat uh, meer in het moment nu te leven eigenlijk dan ga je veel meer in plaats van van in de heet in dat hoofd zitten en zorgen maken, ga je naar gewoon in het moment nu zijn en het gewoon accepteren zoals het is. Ja, ja. En dan kom je weer bij dat stukje gevoel en intuïtie terecht. Da ja. Tenminste, dat is mijn ervaring. Ja. Dat, dat op een gegeven moment ga je echt gewoon, ja, leef je meer op gevoel en intuïtie en gebeurt alles gewoon dan dat je alleen maar de hele tijd moeilijk aan het nadenken bent of ja. aan het malen bent de hele tijd. Nee, ja. ja, dat slaat spijker op zijn kop. Ja. Ja. In, 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 de, in, de, in de stilte vind je de antwoorden en. Nou ja, wat je zei van wat neem je dan nou mee uit de beginperiode toen ik met de Formule 1 begon, moest ik. Hè, de mensen komen binnen en je hebt een groepje en er is altijd één het mannetje, één die achteraan loopt. Maar ik moest altijd wel weten, wie is het mannetje? Dat, dat moest ik bij het handen schudden weten. Dus ik, dat kon ik aanvoelen. Dus en daardoor wist ik altijd, oké, okay, die moet ik nu even bij me houden en dan die moet ik even op die manier bespelen. Die kan ik even laten lopen. Die moet bij, weet je, dat, dat, dat voel je aan. En ik heb wel eens tijden gezegd als ik aan een bedrijf bezig was, ik zei: ik voel nu mijn team wat er daar verderop in Groningen gebeurt. En als ik belde, was dat gewoon zo. En dat heeft ons heel ver. Gebracht en op een gegeven moment dan wordt die functie wat anders, dus merk je: hé, hey, je bent steeds meer aan het denken, denken, maar dan ga je in je hoofd zitten en dat is nou juist wat je niet moet doen, weet je. Dus je, je moet juist weer terug dat lichaam in. En daar wordt de hypnose mij ook al mee geholpen. Ik heb wacht even, ik zie nu dat er bepaalde patronen en wat je ook zegt, ik ben dan ineens bezig met wat er gebeurt de morgen gebeurt. Nou, wij, wij, wij mensen zijn enige wezens op aarde die, die bezig zijn met morgen, dat gaat de vogel echt niet doen. Dus uh, maar ja, er is alleen maar nu, weet je. Er is geen gisteren, er is geen morgen, er is alleen maar nu en. Dat heeft mij echt wel helpen relativeren. Als je weet van oké, okay, nou ja, ik heb enorme problemen ja, wat, wat, wat heb ik daar nu last van? Nou, nu toch niet. Ik zit nu lekker met jullie. Weet je, dus ja. Uh, ja. Nou, waarom zou ik me er dan druk om gaan maken? En wat we ook vaak zeiden van ja, als je weet van over een jaar lachen we erom. Nou ja, ze je weet dat je er over een jaar om lacht. en Dan kun je het net zo goed nu doen. Weet je, dan is het zonde om dat niet te doen. Ja, dus, uh, nou, dat ja, ja, mooi, ja. ja dat is heel mooi. Ja, maar dat is een staat van zijn die denk ik bereikt door al dat werk te doen. En door al die shit mee te maken. En er dan mee leren te, te dealen. En op een gegeven moment dan... Ja, ik zie dat alsof, alsof je steeds opstijgt in een, in een niveau van hoe, ja, hoe eigenlijk je energie is, je frequentie, je, ja. hoe, be, hoe bewust je bent van, uh, van ja. dingen. En op een gegeven moment kun je dan dingen van lagere trillingen helemaal loslaten. Dus ja. het, het, ik denk dat heel veel mensen door de hele tijd dat malen en in hun hoofd zitten, leven ze eigenlijk vanuit, uh, vanuit angst. Eigenlijk dat is, alles wordt geboren vanuit, vanuit angst. Van, hey, als, uh, ja, ik, ik moet nu heel veel geld verdienen, want anders dan uh, gaat het niet goed. Of, uh, of ik, ik wil beter zijn dan mijn concurrent, want uh, hè, als, als hij wint, dan verlies ik, of andersom. En ik denk dat veel mensen echt leven vanuit dat vertrekpunt, vanuit alles, vanuit schaarste eigenlijk. Ja. En dat daar kun je pas bovenuit stijgen, als je dus aan jezelf leert te werken en die angsten loslaat, dat je die schaarste loslaat. Ja, dat, dat, en dat is mooi. Want kijk, toen ik begon, had je de bibliotheek en daar kon je een boek uithalen. En dan, dan moest je die kennis maar vergaren. Kijk, en nu is er is ondernemen te podcast, ja, Er is de relaxed ondernemen. Dus nu die kennis is ze. Want ik zei wel eens: hè, daarom vind ik het al helemaal mooi dat jullie uh, gemiddeld 4, 25 jaar al bezig zijn met dit soort onderwerpen. Want ik kwam er pas achter nadat ik eerst zwaar om mijn plaat ben gegaan. En het, het zit hem bij heel veel mensen in een stuk bewustwording. Heel veel mensen weten het helemaal niet. Dus, dus door die bewustwording, nou ja, door te luisteren naar zo'n podcast of op YouTube een filmpje te kijken, daarmee, ja. Uh, komt die kennis tot je en dan is het van joh ga je het toepassen of niet? Ja, ja. Dan, dan zijn er zijn een heleboel mensen die zeggen nou ik vind het onzin. nou ik zeg, doe je het doe je lekker ja. niet. Ja blijf ja. goede vrienden. Die gaan dan nou ja dat zul je ook herkennen, dan is zeggen van ja hey, maar jij hebt al die dingen zo en zo en dan leg je uit hoe het is en dan zijn nou, er dus niks van mij dus ik doe het niet. Nou kijk okay, dan blijf toch lekker leven zoals jij leeft. Ja <laughs> val mij niet lastig. <laughs> dus maar ja daarvoor hebben wij een hele e-learning daarom hebben jullie een hele academy. Van joh nu weet je gewoon oké okay, ik luister hiernaar, naar dit vind ik fantastisch. Ik wil niet al die fouten maken. Ik wil ook sneller op een niveau. Ja dan heb je die Kennis nodig en dan moet je hem gaan toepassen, en dat is mooier van tegenwoordig. Toen moest ik het echt met vallen en opstaan allemaal leren. Want als ik in mijn omgeving daarover had, zaten ze me ook aan te kijken. Van, ja, meditatie, mindfulness. Ja, als van die mensen met zo'n kaal hoofd en zo'n lange jurk aan en zo, nou blijf daar maar uit de buurt. Weet je hmm. dus. En nu denk je, van ja, was ik maar eerder in hun buurt gegaan, dan, uh, dan had me dat misschien een hoop ellende bespaard. Ja. Ja. Maar nu het weet en je en, en ik pas het toe. En nu merk ik gewoon ja, mijn leven is een stuk makkelijker om een stuk relaxter. Ja, 100%. Ja. Maar het, ja. het is ook niet per se zo dat je. Die, je hebt niet die informatie nodig om zo te kunnen gaan leven. Want ik bedoel, er zijn ook mensen die doen helemaal hun eigen ding. Bijvoorbeeld. Ik heb iemand die nu voor mij de, de bouw doet. Maar die heeft gewoon een hele, hele hoop levenswijsheid. Die heeft eigenlijk al die lessen door het leven geleerd, maar zonder daar echt bewust mee bezig te zijn. Ja. Maar het kan natuurlijk wel heel erg helpen. Doordat je die concepten weet, ga je dingen herkennen en kan je het wel makkelijk leren. Maar het is soms ook heel vet om te zien. Soms kom je in één keer iemand tegen, bijvoorbeeld een taxichauffeur, weet je wel, waar je in één keer een gesprek mee hebt. En als je denkt van, jeetje, die man die bezit zo'n zo wijsheid, zo'n kalmte, omdat hij gewoon doet wat hij leuk vindt en met heel veel mensen praat en heel veel dingen over het leven leert. Ja. En dat is ook wel heel vet om te zien. Dus het hoeft niet altijd zo te zijn dat je al die onderwerpen hebt besproken of geleerd, maar toch kan je die levenswijsheid bezitten. Ja. Dat is ook wel iets heel unieks, vind ja. ik altijd. Ja, dat ik bij sommigen ook wel hoor, die hebben dingen van nature, denk ik, oh, heerlijk oké. Dat, ja. uh, ja. dat is ook een stuk opvoeding en, en hoe je erin uh, bent gestaan. Maar, ja. ja, zeker. Dat is zeker waar. Ja, ja het is... moet, het moet denk ik ook van nature wel ontstaan. Ik denk dat net, net als bij jou, je hebt op een gegeven moment een gevoel diep van binnen van hé, hey, dit moet ik doen. En daarom twijfel je ook niet. Want je weet diep van binnen van hé, hey, ik, ik, ik moet dit gewoon doen. Ik ben ondernemer, ik, ik wil dingen, uh, dingen maken, dingen ja. bouwen. Ik heb ideeën, ik wil het uitvoeren. En ik denk dat ook met, met deze ontwikkeling, dat gevoel moet ergens diep van binnen zijn van hé, hey, dit triggert mij. En dan, dan ga je ermee aan de slag. weet je wel, dat, ja, dat moet diep van binnen, denk ik, ik uh, ja. moet er wel iets zijn dat je denkt van hé, hey, dit. Uh, ja, het is passie. Wil ik, ja. Ja, ja, het is gewoon die passie. En dan, uh, ja, ze zegt al, passie, liefde, dat zijn de hoogste trillingsfrequenties. Hè? Dus ja, als je die weet te raken, ja, dan, dan wordt het een stuk makkelijker. Ja. Hè, dan dat je iets gaat doen vanuit frustratie, die staat geloof ik laatste. Weet ja, je, dus, precies. dus bijvoorbeeld in die, in, in, in die coronatijd was ik echt boos, gefrustreerd. Ja, eh, dingen lopen niet En ik keer, hoe kan dat? En dan ga ik ook even weer bij mezelf uitzoomen ja Wat ben ik nu aan het doen? Ja, ik ben ineens uh, gefrustreerd. Ik ben ineens best wel negatief. Ik herken dat van mezelf, terwijl ik normaal niet zo ben. Hoe kan dit? Nou, en toen dacht ik, oké, okay, ik zit op dat nieuws en dat nieuws is de hele tijd slecht. Ik erger me eraan. Dus dan heb ik gedaan, nieuws eraf geflikkerd. Weet je, gewoon ja. alle apps eraf. Klaar. Heb je dat niet meer? Ben je een week lang een beetje uh, onhand? Onlustig, ja. <laughs> ja, dat is echt wel verslaving. <laughs> ja, ja, maar in die week ja. merkte ik gewoon, hé, hey, ik ga weer in stijgende lijn. Want ik krijg me nergens meer aan. Ik krijg niks meer mee wordt word er ook niet anders van, want je ook zegt van ja, ik kan wel heel druk ja. zijn over morgen, maar ja, goeie, ik was weer lekker in het moment in het leven. Je gaat even weer terug, ook wat vaker de natuur opzoeken, toch eens even weer, hè, want dan ga je op dat moment ook gewoon erop letten. Van, hey, ik ben minder aan het mediteren, ik doe toch minder met mijn ademwerk, ik sla mijn ijsbadje weer vaker over, de sportschool kan ook morgen weer. Dus je, je ziet die hele cirkel, denk hey, even uitzoomen. Ik zie dat, ik herken dat. En dan kun je weer ingrijpen en er weer wat aan doen. En dan ga je dat doen. En dan merk je gewoon hoe snel je dat ook weer oppakt. En hoe snel ja. je weer in die oude uh, energie komt. Dat vind ik een hele mooie: want ja. dat is eentje die ik zelf ook heel vaak toepas. Op het moment dat ik merk dat die basis niet meer goed is: dus goed slapen, goed eten, sporten, al die dingen die jij echt net ook benoemt, dan inderdaad stoppen. Even kijken van oké, okay, waar, waar gaat het fout? Welke basiselementen moet ik weer opnieuw gaan toepassen? En dan weer gewoon vanaf daar weer doorbouwen. Want ja. heel vaak mensen die komen op een gegeven moment, die raken uit de ritme en die blijven dan maar doorgaan. En eigenlijk ga je steeds verder naar een punt toe waar je eigenlijk helemaal niet meer jezelf bent. Nee. En dan is het juiste moment om. Dat kunnen zien, op tijd in te kunnen grijpen en dat kunnen voorkomen. Want anders krijg je misschien een burn-out of weet ik veel wat. Noem ja, maar op. Ja. Wat er kan gebeuren. Maar dat is dus heel belangrijk. Dat je in kan zien van oké, okay, dit gaat niet goed. De basis moet weer op orde komen. Ja. Ja. Nou ja, vakantie is daar een mooi voorbeeld van natuurlijk. Ja. Ik ben best wel vaak op vakantie, van ondernemers hoor ik dat ook wel. Maar daar kun je wel even uitzoomen. En dan denk je, oh ja, hier moet ik me wat minder druk om maken. Daar moet ik eens even weer gas op geven. Dan komt de energie weer. Daar komen de ideeën ook altijd. Dus de beste ideeën ontstaan eigenlijk op vakantie. Dus eigenlijk ja. moeten we gewoon altijd op vakantie. Dus ja, ja, je ja, leven zeker. gewoon zo inrichten als ja. een soort vakantie. Ja, ja, maar precies. Ja. ja, dat ervaren wij ook wel steeds meer. En wat jij ook ja. zei, op een gegeven moment ja. kom je wel denk ik op een, op een niveau, ook qua, uh, qua dus frequentie waar je op leeft, maar ook hoe je je leven indeelt. Dat dat ja. ook, ook makkelijker wordt. maar... Je blijft natuurlijk wel telkens triggers houden. Ik denk dat het leven heeft ja. je elke keer een uitnodiging van. hey, kijk maar even hoe je hiermee omgaat. Kijk maar ja. hoe je hiermee omgaat. Kun je nu nog steeds blij blijven? Kun je nu nog steeds op die, op die trilling van, ja. van liefde of vertrouwen blijven. En het leven heeft elke keer denk ik weer een test of een soort uitnodiging van. hé, hey, ja, kijk maar eens scenes, even ja. hoe, je, hoe je hiermee omgaat. Ja. En als je dan toch dat weet vast te behouden. Maar ik denk de weg daar naartoe is het moeilijkste. En als je eenmaal op dat punt zit, dan is het ook een soort van uh, zelfversterkende cyclus. Want dan merk je gewoon... dan kun je ook beter in je lichaam aanvoelen van... Hey, nou, oe, nou uh, moet ik even wat dichter bij mezelf blijven. Even effe terug naar die basis. Even uh, zorgen dat ik weer uit die, uh, ja, uit die negatieve spiraal kom. En dan pak je dat weer op. En dan ja, blijft, ja. Dat, blijft dat echt zelfversterkend de hele tijd. Ja, klopt. We waren toen eens een keer een uh, lezing van die man... die altijd de supermarktmanager speelde bij Albert Heijn... Dat was een hele leuke vent trouwens. En, uh, maar die legt ook. Ja, het is zo'n zo, zo ui. Hè? Elke keer pel je weer zo'n laagje af. En dat had ik op een gegeven moment ook. Weet je, laatst dacht ik ook: hé, hey, ik loop weer tegen dingen aan. Ik was met Tony Robbins geweest. Dus zo kwam het eigenlijk. Ik denk: hé, hey, wacht even. Dit en dat wil ik weer verbeteren. Dus je ben je ook weer zo even een paar dagen even weer lekker met jezelf bezig. En dacht ik, hé, dit moet even anders. En dan bel ik altijd Rogier, Rogier uh, Schipper, dus de hypnotherapeut in Leeuwarden. Echt super goede gast. En die bel ik dan veel. Ik wil even langskomen. Ze heb je een probleem. ik zei, nou, heb je niet de probleem. Toch denk ik dat het anders kan. Het kan beter weer. Weet je, ik ben weer een stukje tegengekomen. En dat, dat, dat kan misschien wel wat efficiënter. Bereikt meer met minder inspanning. Daar hebben we hem weer. Ja. En dan ga ik er weer heen. En dan kletsende. Want die zo goed zei oh, hier, hier, hier. Daar hebben we een paar punten. En Dan gaan we aan de gang. En dan, na een uur stap je er weer uit. En dan ik eerst weer een halve dag zo van slag, denk hé wat is me nu net weer overkomen met die insteek ging ik er helemaal niet heen er komt heel wat anders achter weg en ik voel me ineens weer tien kilo lichter dat je dus mm. ja dat is dan ook dat stukje dat zoek je dan op en dat komt je bent weer een laagje afgepeld want dan denk ik denk ja, maar dit hadden we toch al besproken dit, dit was nu wel klaar nee je ontwikkelt je weer je komt weer op een ander niveau en dan kom je weer andere dingen tegen weet je dus ja, ja zo gaat dat toch ja, zo, zo is dat wel. Denk ik ik denk, ja. denk de persoon in ware potentie wie je bent. Dus je, je grootste potentieel ligt verborgen onder allemaal lagen. Ja. En die ga je inderdaad telkens afbellen. Ja. Maar daar, daarvoor moet je dus wel je eigen angsten trotseren... en je eigen shit eigenlijk aankijken. En ja. juist als je dan merkt, wat jij ook zegt... van hey, ik loop nu ergens tegenaan en uh, dit beperkt mij in het leven. Ja, dat is een uitnodiging om dat op te ruimen. Maar niet, niet door het aan de kant te zetten... maar door de juist volle bak in te gaan en te exploreren van... hé, hey, wat is dit nou? Waarom voel ik me nou zo shit hierdoor en als je dat dan doorwerkt, ja dan, dan kun je weer dan een laagje afbellen. Ja, dan kom je weer ergens. Maar dan moet je naar de kern en dan moet je door die shit heen en dat willen mensen meestal nee. niet. Hè. Dat is niet makkelijk, weet je. En nee. Vaak ook niet leuk. En dan moet je met jezelf aan de gang. Ja, dat, is, dat doen we dan wel eens een keer als we in een burn-out zijn of zo, weet je. Dat mm. dan pas gebeurt. Dat soort dingen. Maar ja, zo werkt het wel. Ja, ja, dat is denk ik het grootste probleem. Van in plaats van die shit aanpakken allemaal, maar gewoon weg blijven kijken en verdoven ja. en uh, doen alsof het er niet is. Want ik dat merk je heel vaak ook in interactie met mensen. zo van ja. Er is gewoon iets mis. Maar ze kiezen er eigenlijk gewoon voor om, om het te negeren. Waardoor het, ja, waardoor het eigenlijk steeds maar groter wordt en groter wordt. Totdat ze inderdaad een burn-out krijgen. Ja. Of echt een depressie. Of, of daar niet meer mee om kunnen gaan. Ja. Nou ja, en, wat, en wat wij ook hadden we wilden in de zaak ook wel. Had je iemand en die was dan al heel goed in de vak. En dan zo, nou moet ik nog een extra cursus doen. Of ik wil weer scholing doen. En, ja, maar... Dat heeft geen zin. Je bent al goed in je vak. Weet je, ga nog gewoon eens heel wat anders doen. Je communicatie is af en toe best wel bot voor de kop, Ik noem maar wat. Ga daar eens wat in doen. Weet je, en dan is ja, nou ja, wat is dit, niks. Nee, want ik denk altijd dat als jij persoonlijk weer groeit, bijvoorbeeld op een privévlak, dan kun je daarna word je weer beter Ga je op een ander niveau acteren en word je weer beter in je werk. En dat gaat altijd heen en weer. Ja. Dus ga daar maar eens wat doen. En dan zie je ineens van, oké, okay, nou dan gaat ze nog toch doen. Of bij sommigen zei ik ga gewoon eens even naar een therapeut, of we ga wel eens naar Rogier of, of verzin het. Want ik merk gewoon dat daar jouw probleem zit, ga daar eens wat mee aan de gang. En dan gaan ze dat dan doen. Dan zie je ze anders worden. Doordat ze anders worden, wordt weer op een heel ander level weer met ze gepraat. Worden ze weer beter in een vak, dan komen ze tegenaan... hé, hey, nu kom ik op mijn vak daar tekort. Omdat, en dan kun je ze daar weer lekker in leren. En omdat ze dan weer beter worden in het vak, komen ze erachter... hé, hey, nu kom ik weer ergens op een heel ander vlak tekort... En, en dat is de wisselwerking die wij in het bedrijf wel hebben. En ik denk altijd: ja, als het voor mij werkt, nou, dan kan het voor de anderen ook werken. Dus ja, wij zijn met de telepersoneel ook in een ijsbad gestapt. En ja. Wij doen ook mindfulness trainingen. En het grappigste is altijd: degene die erheen gaan en dat dikke ons in vinden. Ja, en dat absoluut niet willen die gaan uiteindelijk ja. daar persoonlijk in verder, hè? Ja. Dus ja, Dat is altijd ja, ja, ja. het mooiste, dat ik. Nou, precies. Dit is. Uh, je dit moet is dat een... stigma één keer doorbreken, weet je. Want ja. juist de mensen met heel veel weerstand, die hebben, dat is natuurlijk, ja. die hebben juist heel veel te doen daar op dat, ja. dat vlak meestal. Ja. ja. En het is altijd. Voor, weet je, ik betaal het. Ik, 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 doe het. Ook mij heeft het ook geholpen. Nou, dan zit je. Ja. Nou, oké, okay, fruit doe ik dan toch maar wel. En dan doen ze het. En dan ineens. Sommigen zijn nu gewoon verslaafd aan ijsbaden, terwijl ja. het van tevoren zei je, je denkt toch niet dat je in zo'n bad stap? Ja, ja, dus ja. ja. Even, Mindfulness? Nee, daar heb ik helemaal geen tijd voor, weet je. Dan komen ze met voorbeelden aan van, ja, maar dan ben ik op de wc, dit en dat en dat. En, en dan zeg je, nee, je moet gewoon eens even rustig ademen en ga nog eens even nog langer uitademen. En dan kom je vanzelf in ontspanning en dan leer je ineens die ademtechniek. En ja, ja, ja. dan komen mensen van, hè, ademen. Ik wist niet dat dat zo belangrijk was. Nee, ik zeg, dat wist ik ook niet. Maar daarom huur ik die man in om het jullie te leren mm. en doe je voordeel ermee. Ja. En dan worden ze ineens weer leuker als persoon en daardoor automatisch weer beter in hun vak. Maar daarom, ja, je prachtig. moet het een keer ervaren en dan, ja. dan voel je het echt. Ja. Want heel vaak, kijk, dat is het mooie. Som, kijk, in ieder geval, de meeste ondernemers zijn heel nieuwsgierig. Van, ja van, Die hebben dat gewoon inzitten, zeg maar. Ja. En daarmee is het ook heel makkelijk, wat ik ook bij mezelf zie. Als ik van iemand iets hoor, dan heb ik gelijk al vanuit mezelf van... oh, dat wil ik een keer proberen, ja. weet je wel. Want ik wil het gewoon doen om het te ervaren en dan pas te zien. En ja. je ziet heel veel andere mensen of heel veel mensen... Die, die hebben die nieuwsgierigheid minder of die zijn er dan een beetje angstig voor... En die doen het dan niet. En dan is het juist heel mooi als je iemand hebt die een keer zegt van joh ga een keer mee, weet je wel. En wat je zegt, dat ze dan in één keer uh, alleen maar ijsbaden gaan doen. Omdat ja. ze toch inzien van joh hier ligt echt wat. Ja, ja. ja en, en mensen denken ook altijd van joh, hoe reageert een omgeving. Dus ik doe dat meer niet. Net als toen ik die lezing gaf, dan komen ze na afloop bij me en dan bijna fluisteren. Ja, ik ben me ook wel wat aan het verdiepen in meditatie. <laughs> Terwijl je dan zegt van joh maar pak nou maar de grootste ondernemers. Weet je, als ze nou de eigenaar van de rituals zijn, die stapt ook gewoon onder een koude douche. Ja. Dus ja. Maar die heeft er ook een miljardenbedrijf mee uit de grond gestampt. Dus er zijn, we uh, pakken Roland Kaan, die gaat uh, mediteren, die doet, doet, doet yoga en ademwerk en al dat soort dingen. Ja, het is toch groot om mm -hmm. Dus er zijn een heleboel die dat ook doen. Alleen ja, die lopen dat niet de hele tijd te verkondigen. Maar als je ze vraagt, krijg je wel een eerlijk antwoord. En die zijn daar ook mee bezig. Dat is niet, ja, zo is het bij mij ook ontstaan. Ik dacht, oh, nou ja, als zij het allemaal doen, nou, dan moet ik het ook maar eens gaan doen. Ja. Ja. En dan ga je erop letten. En Ik, hé, hey, ja, hey, verrek, dit, dit brengt me echt wel wat. Want ineens kan ik wel op het terras in Utrecht zitten en. Ja, maar een biertje drinken en mij ineens niet storen aan een probleem... en de volgende dag achterkomen dat het probleem al is opgelost. Weet je, dat je denkt, oh, nou, zie je. En dan zou ik weer een hele dag daaraan zitten ergeren. Dus ja, dus, ja. Ja. ja, dat is denk ik ook een beetje een nieuwe manier van ondernemerschap. Of ja. uh, eerder was het gewoon ja. alleen maar... Uh, Keihard werken en uh, dat zit, zoveel mogelijk ja. uren draaien. Dat is denk ja. ik wat je de oude, oudere generatie. Ja. Ik Denk dat de nieuwe generatie ondernemers ook meer kijkt naar hey, hoe doe ik dat nou zonder dat ik daar zelf helemaal, uh, helemaal aan sneuvel of uh, als persoon eronder leid. En dat is ook het stukje natuurlijk wat ja. je met jouw boek pakt. Van ja. hey, uh, ja, je kunt wel een groot bedrijf bouwen en heel succesvol zijn, maar uh, ja, hoe zit je er zelf bij? Ja, ga je precies. helemaal kapot van de stress en, uh, en, en, en ja, uh, vreet je jezelf eigenlijk helemaal opletten, geen ja. figuurlijk. ...of uh, zorg je dat je zelf beter wordt en daardoor ja, je onderneming uiteindelijk ook beter wordt... ...maar doe je het op een duurzame manier? Ja, nou, dat is wel leuk, want ik geef ook wel lezingen op scholingen. Laatst ook nog een met Gerard Duursma. Hadden we relaxed ondernemen met moderne middelen. Hadden we een masterclass en zeiden nou, die wil eens oefenen. Nou, de bedoeling was drie kwartier, het werd anderhalf uur. Maar het grappige was dat die studenten, die hebben geen seconde op hun telefoon gekeken. Dus dat vonden ja. we al heel knap. En die slaan op allerlei onderwerpen aan. Wat als ik dat bij met oudere mensen zeg van wet van aantrekking hebben hebben ze nooit van gehoord. Weet je, dus als ik bij de jongeren zeg voor je handen omhoog uh, wet van aantrekking, allemaal. Weet ja. je? als ik daar begin over energie bijna allemaal. Weet je, dus dat, dat is die is zo anders al aan het opgroeien en die slaan dus ook op die onderwerpen aan. Terwijl als ik daarbij bij uh, de oudere generatie op het begin energie, dat vinden ze allemaal maar een beetje zweef. Weet je, dat dus er zit echt wel een verschil in. Heeft van joh, heb ik nu een HBO voor me, heb ik een mbo, die zijn er ook weer op een andere manier mee bezig. Of zit er een groep uh, oude ondernemers. Dat, dat, dat je echt merkt van oké, okay, maar vooral in de jeugd dat die al zo ver zijn in die onderwerpen. denk ik, oh, ja. dan, dat geeft me wel weer hoop. Ja, dat is wel weer heel mooi. Ik denk, want als ik daarover nadenk, toen ik 16 was, toen was, waren nog niet al die shorte, korte video's waren nee. nog niet zichtbaar. Zeg maar. maar ik denk nu bijvoorbeeld, je kan al een hele hoop dingen meekrijgen. van Bijvoorbeeld. Grote namen zoals uh, Jordan Peterson, David Goggins, maar ook Joe Dispenza. Die, ja. die kan je allemaal tegenkomen op die korte video's. En ja. ik denk, als, ik, als dat er toen al was, dan was ik misschien al op mijn 15e, 16e ermee begonnen. Ja. Maar ik denk nu de grootste uitdaging is: de jeugd krijgt het allemaal wel mee. Maar er zijn ook zoveel prikkels. Er is zo makkelijk veel afleiding. Dus nu is het van oké, okay, hoe ga ik die informatie toch in goede banen leiden? Dat ik er ook echt wat mee ga doen. Want uiteindelijk, in het begin heb je gewoon discipline nodig. Bijvoorbeeld ook, je hebt dat al denk ik helemaal meegekregen met, die, met dat bedrijf in de GP. Dat je gewoon, je leert wel al die dingen doen. En dat is denk ik ook heel belangrijk. Je moet wel die hele struggle doormaken om al die onderwerpen kunnen toe te passen. Want anders. ...heb je gewoon de discipline niet en dan ben je eigenlijk gewoon een ongeleid projectiel... ...wat maar een beetje alle kanten op gaat en wel van de dingen wat meekrijgt. Mensen moeten richting hebben en wij, wij stellen daar ook altijd de vraag voor ...wie vindt zichzelf het belangrijkste op de wereld? En dan gaat er maar heel weinig vingers de lucht in. Ja, dan is het wel hoe ouder ze zijn, hoe meer vingers de lucht in. Ik, ja, wat is dan het belang? Ja, je moeder, je vader. Ja, maar waarom zit je dan hier en niet met je moeder en je vader? Ja. Wanneer ben je überhaupt voor het laatst geweest? Oh ja, drie weken geleden. Ja. En als ze je belt, ja, dan druk je we weg. Dus zo belangrijk is weet je? Dus. Dus, dat is, dus jij moet zelf het belangrijkste zijn. En dan moet je wel heel duidelijk weten: van waar wil ik naartoe met mijn leven? Weet je wat, wat, en dat wil niet zeggen dat je dan helemaal alles uitgeschreven moet hebben. Maar ik zeg wel: van, joh, heb wel eens door voor jezelf. Wat is het privé, zakelijk, financieel? Wat zijn je doelen? Schrijf dat gewoon eens uit. van, van joh, daar wil ik eens over drie jaar staan. Hoe wil ik dat doen? En dan heb je heel vaak ook de vraag: ja, maar ik weet niet wat ik leuk vind. Nou joh, Zoek uit wat je weer leuk vindt. Een stukje passie. En nu is het steeds makkelijker, ook door de komst van AI, om bepaalde dingen zelf te halen. Alleen AI moet je niet alles gaan vervangen. En dat is wat wij een beetje proberen ook in die les proberen mee te geven. Johan, maar uiteindelijk moet het wel weer vanuit het hart komen. Dus je moet het weer gaan voelen. Dus je moet weer uit het hoofd. Je moet, het moet ondersteunend zijn, al die technieken, maar niet meer leidend. En nou ja. heel veel maken het allemaal leidend. Zijn te, te veel met shorts, te veel video, hele, hele snelle prikkels. En ondertussen. Zijn ze overal, maar ze hebben zelf geen richting in hun eigen leven. Ja, dan wordt nee. het heel lastig, want dan ga je met alle winden mee. Terwijl ja. als je denkt, ja. joh, ga nou gewoon eens terug in dat gevoel. Ja, eigenlijk het belangrijkste ja. is gewoon reflectief vermogen, denk ik dan. Want ja. ik bedoel, als ik ook naar, naar onszelf kijk, hoe meer reflectief vermogen je hebt, hoe, hoe eerder je dingen kan beseffen ja. van, oké, okay, dit vind ik, vind ik juist, deze richting wil ik echt op. En deze richting wil ik niet ja. op. Dus in eigenlijk rijsturen. gewoon luisteren naar je intuïtie en echt kunnen reflecteren op gebeurtenissen, op jezelf. Dat is denk ik eigenlijk een van de essentiële dingen eigenlijk zouden die al vanaf jongs af aan mee moeten krijgen dat je echt leert van oké okay, stel jezelf die vragen bijvoorbeeld van wat wil ik nou in het leven? Want ik kan wel zeggen eigenlijk die vraag heb ik mezelf niet gesteld totdat ik misschien 19 was. Ja, of en... dat er een burn-out komt. Ja, of, ja, of dat zie er een je burn ook vaak komt. dan gaan mensen met uh, ja. tegenslag dat zag je met NLP met de opleiding ook. Wanneer gaan mensen beginnen met persoonlijke groei? Dat soort dingen. Als echt niet anders kan. Als er tegenslag is, <laughs> ja. hebben een burn-out of nou ja, nou ja, eigenlijk tegenslag. Ik wil zeggen ja. als je een andere baan krijgt. Of dat, maar dat, dan zijn er momenten, dan gaan mensen ineens zelf reflecteren. Terwijl zeg wat jij ook zegt, joh, ga dat gewoon ook eens tussendoor doen. Wij doen elk jaar, ben ik alles opnieuw aan het uitschrijven. Zorg dat er een board bij komt, dat soort dingen. En dat evalueren we elk kwartaal. En in kwartaal-evaluatie, dan komen die dingen aan bod. En dan zit je dat allemaal door te nemen. Maar ook gewoon het hele stuk. Hè, mensen doen een opleiding en gaan werken. En dat zit. Terwijl hè, toen kregen we eens een keer een uh, oh, lezing van, uh, volgens mij was het Mark Lammers, zo'n uh, hockeycoach. En die zeggen, ja, dat is toch gek, want die sporters, die zijn altijd aan het trainen voor, voor één keer zo'n wedstrijd. Dus dat is precies het omgekeerde. Zo, wanneer zijn wij nou al bezig met dit soort dingen? En dan zijn er echt bar weinig mensen die bezig zijn met überhaupt eens een boek lezen of eens een training volgen. Ja, af en toe is een verplicht iets voor hun punten of zo. Ja, ja, Weet je? Ja, ja. En, en terwijl ik denk, wat draait het nou om? Want ik, ik vind het ook nog eens een keer fantastisch. Want je leert allemaal weer nieuwe dingen. Ik vind het leuk, je wordt beter, dus... Maar ja, als je er met anderen over praat, dan zijn er steeds ja, er, zijn er wel meer die het worden. Maar zeker in het begin dat, dat er steeds dat er weinig mensen daarmee bezig zijn. Ja. Die allemaal maar hun dingetje doen. En dan op een gegeven moment niet snappen waarom ze in een sleur terecht zijn gekomen. Of dat soort dingen, en ik joh. Je ja, ja, moet ja, eigenlijk ja. harder aan jezelf werken dan voor, je, voor het bedrijf, zeg maar. Dat moet altijd voorop liggen. Ja. Want dan komt die andere groei komt daarna ook ja. alweer. En als je op een gegeven moment je eigen groei achter gaat liggen, dan merk je dat alles langzamer gaat. Want ja. ik bedoel, je eigen groei is het belangrijkste. Want jij. Vooral in het begin, je bent ook je bedrijf. Dus als jij heel sterk bent als persoon, dan zul je ook een sterk bedrijf neerzetten. En als jij als persoon bijvoorbeeld totaal geen reflectief vermogen hebt, of totaal niet weet wat je wil, of niet met tegenslagen om kan gaan. Ja, Dan zal je bedrijf daar ook aan leiden, zeg ja. maar. Ja, de beperkende factor in een onderneming is vaak de ondernemer zelf. Ja, ja en ik dacht, van, wat er gebeurt, dat moet bij mij niet gebeuren. Dus, dus ik moet op het juiste moment de dingen uit handen gaan geven, andere mensen op positie zetten of daarin afstand nemen en ook op de juiste momenten even weer erbij zijn. Ja, precies. En, dan, en dan kom je er ook achter van ja. Op het moment dat je iemand aanneemt en die supergoed in zijn vak, ga ik automatisch ook weer beter worden. Dus en zo, zo krijg je die cirkel ook op gang. En daarom ben ik altijd wel bezig met, met scholingen, met dingen. En Ik denk van ja. En soms ga ik ergens heen en ik denk... Ja, ik ben benieuwd wat ze me hier voor nieuws gaan vertellen. Nou, daar schrijf je de meeste boekjes vol. Ja, <laughs> ja zeker. Ja, ja. ja, maar dat begint er ook bij dat vertrekpunt van... Hey, je moet aan jezelf werken in ja. plaats van alleen maar uh, aan, de, aan de buitenkant werken. Ja. En dat heeft ook te maken met... wat je heel veel ziet, denk ik, is dat heel veel mensen werken helemaal niet echt aan zichzelf. Zijn meer met de buitenkant bezig, maar... Het ook te maken met het externe focus of de interne focus. Ja. Dus als jij je gaat focussen op hey wat kan ik veranderen, wie ben ik en alles gaat internaliseren in plaats van alleen maar be bezig zijn met alle buitenkant van uh, hey, de politiek dit en yeah. die dat en mijn collega dit. Ja prima, maar wat doe jij, weet je? Wat ja. kan jij doen? Wat ga je daar eens op focussen? En ik denk dat heel veel mensen daar in hun ontwikkeling dus het altijd extern leggen, maar ook bij een soort bevrediging van uh, ja, zelfgenoegzaamheid van uh, ook uit externe dingen halen van hey, als ik een drankje ga doen met mijn vrienden en uh, veel alcohol drinken, ja, daar haal ik mijn bevrediging uit. Ja. Nee, maar dat is niet een duurzame manier van dat is alles extern plaatsen, weet je wel. Je moet eigenlijk bevredigd worden door jouw groei als persoon, wie je bent ja. geworden, wat je doet, uh, je, je afspraken met jezelf nakomen, en ja. die hele switch van alles extern naar alles intern. Ik denk dat dat het grootste verschil is wat mensen kunnen gaan maken. Nou ja, dat zeiden we ook altijd van je moet met niets in niets gelukkig zijn, ja. en als dat lukt. Dat, dat kun je nou namelijk ook alles hebben. Want je ik had ooit alles. Toen raakte ik alles kwijt. En toen zat ik in India. En uh, ik zag daar zo'n zwerven. En toen dacht ik, ja, als er nu zo'n rijke lijst zou zijn. Nou, die zijn er wel, maar van begin tot eind komt hij boven mij te staan. Want hij heeft niks. En ik heb ton uh, schuld of zo. <laughs> dus ik dacht, ja, dan komt hij toch hoger op die lijst te <laughs> ja. staan. En toch werd ik gezien als de rijke uh, en, en tegelijkertijd was hij blij met, met niks. En gek genoeg, ik heb toen alles moeten verkopen. En dan heb je ineens ook niks meer. En toen kwam ik er thuis te wonen en toch, het was een ontzettend gelukkige tijd. En ik mm. heb daar heel veel plezier gehad. En het was hartstikke leuk, ondanks alle omstandigheden. Dus want je haalt je pleziertjes dan ook weer uit kleine dingen die er weer toe doen, waar je normaal overheen stapt, omdat het altijd beter moest. Hè? Dat het gras bij de buren is altijd groener. Ja. Nou ja, dan kocht ik ook het gras van de buren. En dan was die buren zijn <laughs> gras nog weer leuk. Dus, dus weet je, dat is zo'n oneindige zoektocht En dan ga je het ook niet vinden. Weet nee. je? En, dus, dus juist door weer niks te hebben en, en weer op te bouwen, ging het ineens weer allemaal waarderen. En nu, ja, als ik iets heb, ja, ik geef heel veel weer meteen weer weg. Maar als ik het wel heb, waardeer ik het ook. En je had weer het plezier uit kleine dingetjes waar je anders overheen stapt. Dus uh, omdat je ja, gewoon ja. weer blij bent. Eh, weer terug naar die essentie, naar de basis. Joh, en dat is toch jezelf. Ja, dat, maar dat is denk ik ook dat vertrekpunt wat heel veel verschil maakt. Want ja. als je natuurlijk leeft vanuit schaarste, dan ben je zelf niet goed genoeg. Dus ga je je zekerheid ontlenen aan externe dingen. Dus het gras van de buren kopen. Ja. Nou, uiteindelijk kom je erachter dat je daar niet gelukkig van wordt. Ja, en waar moet je dan wel gelukkig van worden? Ja, dan moet je dat dus ergens in jezelf gaan zoeken. Ik denk dat dat het hele proces is van helemaal uiteindelijk erachter komen. Van ja, ik kan nog net zoveel dingen kopen. Ik kan nog net zoveel zekerheid proberen te creëren in mijn leven door geld, door materiële dingen. Maar uiteindelijk is dat allemaal schijnzekerheid. Want als, uh, als je opgebeld wordt nu dat je moeder uh, op, op sterven ligt, ja. ja, dan uh, kun je nog net zoveel geld hebben. Maar dan, dan ben je heel je zekerheid kwijt. Dus ja. als je die zekerheid niet intern kan vinden, dan blijft het leven, blijft... Leiden omdat je de hele tijd ja, in die toestand van angst verkeert. Ondanks ja. dat je nog zo rijk kan zijn. Ja, ja, en in een van jullie eerdere podcasts is dat volgens mij ook naar voren gekomen. Iemand zei ja, al, al het geluk heb je al. Want je zei, als ik een auto heb, dan ben ik gelukkig. Weet je, of als ik die omzet, dan ben ik gelukkig. Voor mij werd het letterlijk zo gezegd. Dus je hebt alles al. Dus, dus ja, en waarom ben je dan niet gelukkig? Nou ja, dan moet je ze met jezelf aan de gang. Ja. ja, dat is natuurlijk die periode die, die ik ook wel heb gehad. waarom ben ik blij als ik dat heb? Nou, ga ermee aan de gang. Weet je, onderzoek het en. Ja, als je er zelf niet uit komt, haal hulp. Weet je, en dat is ook zoiets dat ligt. hangt dan ook zo'n stigma op. Ja, binnen een bedrijf altijd heel, heel, heel makkelijk in geweest. Je gaat het gewoon doen. Dat is niet een teken van zwakte, dat is juist een teken van sterkte. En ik zie daardoor echt mensen beter worden. Terwijl als je dat niet had gezegd, was het niet gebeurd. Dus uh, ja, ja ik, ik zou dat alleen maar aanraden. Mm -hmm. denk, ja, en ja. je maakt het voor jezelf, denk ik, heel moeilijk door elke keer op zo'n zo heel moeilijk pad zo door te blijven ploeteren. Terwijl ik denk, ja, het kan zo simpel. Ja. ja. Maar goed, je moet er dan voor opstaan. Het, het is allemaal eng. Het is spannend. En de omgeving vindt er vaak wat van. Ja. Dus daar moet je wel doorheen kunnen prikken. Ja, dat is het. Je moet even, ja. even uit die comfortzone gaan. Ja. Ja. Ja, ja. Ja. En het is vaak het vertrekpunt inderdaad, wat je al zei: van hey, als ik iets moet leren, betekent dat dat ik niet goed genoeg ben. Dus dan, hè, dus dan ben ik niet goed zoals ik ben. Of dan, dan is dat ja. heel beangstigend. Van hé, dan moet je eigenlijk, als je zegt van ik moet dat leren, dan geef je eigenlijk toe van nu, zoals ik nu ben, is niet goed genoeg. Hey, precies. Dat vinden mensen natuurlijk ook wel moeilijk, denk ja. ik, om te verkroppen. Ja, nou ja, dat, dat, dat zijn we ook. Maar dan moet je het gewoon anders labelen. Van joh, we doen het al heel goed, maar we gaan het nog beter doen. Ja. Ja, zo zo ja. telen wij we reorganisaties wel. Dat, dat, ja, ik kan er één om te vertellen wat het niet goed is. Ja, nee, we gaan eigenlijk hartstikke goed en we willen het nog beter hebben. dan, dan en ja, dan label je het iets anders, nou, als mensen het dan wel doen, weet je, ja. prima. Ja, ja. precies. Ik ja. vind ja. het wel echt mooi die prachtige switch die je hebt gemaakt van al die lessen leren, hard werken en dan vanuit daar weer juist naar het moment dat je toch weer vanuit flow meer gaat werken. Dat je meer vanuit rust gaat werken. En dat je dan op een gegeven moment erachter komt van joh. Uiteindelijk kan ik dan veel beter ondernemen. Want ik heb veel meer overzicht. Ik kan veel meer vanuit mijn intuïtie dingen doen. En dat verschil vind ik wel heel mooi. En dat is denk ik wel heel herkenbaar ook voor heel veel ondernemers die wij spreken. Dat toch de eerste tien jaar, misschien wel langer vijftien jaar, is het gewoon keihard beuken. Veel fouten maken. En op een gegeven moment kom je erachter van joh. Eigenlijk alles wat ik nu doe, kan ik nu ook vanuit rust. En veel meer vanuit flow doen. Ja. ja. En dat is wel prachtig. En dat vind ik ook mooi om te zien. Het gaat zelfs beter. Ja, dat is ja. Ja. ja, uiteindelijk wel. Ja. Maar toch, dan is altijd wel weer de vraag van ja, je hebt denk ik ook die periode nodig van toch hard werken, veel fouten maken, misschien een paar keer kaart op je bek gaan. En de ene doet er dan misschien vijf jaar over om erachter te komen van joh, ik moet veel meer vanuit rust werken en dat gaat uiteindelijk veel beter. En de andere doet er vijftien jaar over. Ja. En dat is voor iedereen is dat pad gewoon weer heel anders. Dus ja. daarom is het denk ik ook altijd heel belangrijk: van ja, als je naar nou zoiets luistert, en je zit bijvoorbeeld in zo'n fase van oké, okay, ik maak veel fouten, er gaan veel dingen mis. Ja, voel je niet, voel je niet verkeerd, want ik bedoel, ieder spat is anders... en voor jou duurt het misschien nog een paar jaar langer... maar uiteindelijk kom je wel ergens ja. en dat is denk ik gewoon belangrijk om in te zien wel. Nee, nee het is ook niet erg om hard te werken, weet je... maar op het moment dat jij doet wat je leuk vindt en je hebt een bepaalde passie... En dat zei ik ook wel eens. Dus dan had ik op woensdag al een 36-urige werkweek gehad... en toch voelde het voor mij niet als werk. Nee, weet je? Nou. En, en als jij ook weet van heel duidelijk van daar wil ik naartoe, dit is de, hoe ik het ga doen... Dan is het ook niet erg om problemen tegen te komen. Want ja, die tackle je wel. En die zijn nooit zo groot dat, dat je een onderneming eraan onderdoor gaat. Dus denk, en als je die stappen hebt, ja, dan maakt het niet uit of het vijf jaar duurt, tien jaar duurt. Sommigen hebben na een jaar om nee. al te pakken. Nou, perfect, weet je. Maar, ja. Ja, als je dat ook niet, dat, dat, he, dat doel niet zo heilig maakt, weet je, het is wel een mooi groot doel. Maar ook dat hele pad er naartoe van gaat genieten. En dat heb ik wel leren doen. Ja. Dan wordt het ineens een stuk anders. Dat is denk ik ja. de belangrijkste vraag. Heb, heb je er passie in? Vind je het echt leuk? Want dan, ja. dan voelt het niet als werken. Nee, precies. En ik denk als je dat uitgangspunt hebt, dan kan eigenlijk geen één les of geen één dal kan zo zwaar zijn dat je, dat je opgeeft. Omdat je er weet dat je er passie in hebt, dat je het vanuit intuïtie doet, vanuit een gevoel van oké, okay, dit ja. hoor ik te doen. Ja. En dan zie je wel van zelfs als je dan alles verliest, uh, alles moet verkopen, dan kan je alsnog gewoon lol hebben en zelfs dingen leuk vinden en ja. vanuit daaruit weer doorbouwen. Ja. En dan wordt geld minder belangrijk. En gek genoeg, wij zei altijd: als je iets goed doet en je doet iets wat je leuk vindt, dan komt dat geld uiteindelijk ook. Weet je, dat wordt dan het resultaat van. Dus, en heel veel ondernemers die komen bij me en doen: daar kan ik veel geld mee verdienen. Dus zal ik dan dat doen? En dan gaan we ze hun, hun, hun waardenbalans en dan hun doelen. En dan denk je: jongen, dit gaat natuurlijk niet goed komen. Nou, dat hebben ze dan zelf ook wel door. Maar ik denk je: ja, als, gel, als geld jouw drijfveer wordt, dan wordt het best wel lastig. Weet je, dus als jij iets doet wat, wat, wat jij fantastisch vindt, wat je passie is, wat je dag en nacht kan doen en die als werk voelt, joh, dan gaat het met twee vingers in de neus. Want, want ja, mm -hmm. ja, dan hoef je alleen nog maar te weten hoe en waar je heen wil gaan. En dan kun je gewoon gaan lopen, want dat komt wel goed. Ja, dus ja. en je raakt vervuld vanuit binnenuit. Want ja. ik denk dat, ik, ik spreek soms ook wel als ondernemers en dan hoor ik ze en dan, die zijn dan misschien wel heel succesvol qua geld, maar ja. eigenlijk merk ik een bepaalde leegte. En ja. bijvoorbeeld die komen dan op een plek van dat ze wel, ze hebben het ondernemerspelletje eigenlijk wel uitgespeeld, ze verdienen heel veel geld, maar toch zijn ze niet vervuld van binnen. Omdat ze niet echt doen wat ze echt leuk vinden. En dus dat is denk ik heel belangrijk. Dat je wel moet beseffen, van als je begint met wat je echt heel leuk vindt en je leert daarna, daarmee het ondernemerschap, dan zul je je veel ver, vervulder voelen. En dan is het ook leuk als je op een gegeven moment geld gaat voelen, uh, vinden zeg maar, ja. of gaat verdienen. Want ja, de, anders is het dan leeg. Ja, ja. En het komt ook wel. En ja, dat geld komt wel. Dus en je merkt gewoon op het moment dat je iets met passie doet, dan heb je een bepaalde energie, je hebt een bepaalde frequentie. Nou, wat zei de passie-liefde, dat zijn de hoogste frequenties. Dus je gaat ook dat soort mensen aantrekken en je zult zien, je hele omgeving verandert en daardoor gaat het ook veel sneller. Hmm. Hè, de makkelijkste manier om op het moment dat je iets niet haalt, is gewoon eens even kijken naar je omgeving en naar jezelf en dan hup aanpassen. Weet je, en, en, en toen ik zo gefrustreerd was uh, in die coronatijd, dat je op een gegeven moment denk: je, ja, hoe kan, ja, dat is de laagste frequentie. Dus dat is ook wat ik aantrek. En denk ik: ja, wie heb ik om me heen? Allemaal mensen die ineens ook allemaal negatief zijn aan het zeuren. oeh, hier moet ik als de donder uit. Maar dat toen bij ja. Tony Robbins zei, ook iemand. Van op het moment dat jij iemand vraagt van: hé, hey, hoe gaat het? De jongen zegt: uh, goed of leuk of. Nou, dan ga je een gesprek mee hebben. Maar mensen zeggen: ach nee, dit en dat. Hij zegt: maak je om, draai je om en maak dat je wegkomt. Ja. Weet je, want die gaan jou leegzuigen. Dus ja. weglezen. Ja, is een hele state of mind. Ja. Zo staat iemand gewoon in het leven. Ja. Dat, dat weerspiegelt gewoon van ook precies die, uh, ja, zijn. zijn zijn energie. Dat ja. is gewoon letterlijk energie. Als je je ja. merkt dat als iemand uh, natuurlijk met, uh, ja, met de kop naar beneden en uh, zeurend ja. binnenkomt, ja, ja, dan denk je meteen van uh, ja. Wegwezen. Is, wil je niet mee omgaan. Precies. Nee, ja. ja. En dat, dat had ik toen heel erg. En, en dan kom je wat je ook zei: je, je innerlijke of je uiterlijke. Je, je cirkel van invloed is maar mijn stukje. Maar ik erger maar aan alles wat er aan over de hele wereld gebeurt, heb ik geen invloed op. Dus ja, nee, weet zo je, zonde. wegwezen. En daardoor heb ik toen al alle, alle nieuws er vanaf gegooid. Ik denk ik moet en ik moet mijn omgeving weer anders gaan maken. Ik moet zorgen dat ik weer in die hoge frequentie kom. Weer met passie, weer liefde. Ja, en dan kom je er weer. En, en, ja. Maar je moet het even doorhebben. En dat is het. Maar dat is met alles natuurlijk zo. Het is even dan dat stukje bewustwording. Nou, die bewustwording is er weer. En dan moet je daar weer een actie aan koppelen. Ja. Dus uh, en ja, nee, prachtig. Ja, en dan gaat hij wel. En dan heeft hij natuurlijk de ervaring die je al hebt van 10, 20 jaar ondernemer. Neemt je dan makkelijker mee en kun je het makkelijker doen. Maar ja, in principe maakt het niet uit of je net begint of uh, ja. niet. Ja, ik vind het waardevolle lessen. Ik vind het leuk dat we inderdaad het gesprek hebben kunnen koppelen aan uh, echt jouw, uh, jouw start als ondernemer. En al die tegenslagen. Dat geeft denk ik de mensen ook veel meer beleving bij uh, wie is Alexander nou en waar komt hij vandaan. Uh, in plaats van, uh, ja... je je gaat ondernemen en het is meteen allemaal relaxed. Want dat, uh, dat, dat is dat dus meestal. Mijn... Ja. Nee, 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 de dikke denk ik mensen de vaak <laughs> altijd van: oh ja, nee, ik, ik heb eerst ook wel heel hard gewerkt. Ja, Alleen ja. voor mij was het geen werk. Dus voelde het anders. Ja. Dus, uh, en dat vind ik ook leuk van jullie aan de podcast. Jullie, jullie gaan ook best wel op deze onderwerpen aan. En dat vind ik dus weer mooi. Dus, uh, want, want daardoor hè, hebben jullie ook gasten die ook dat weer aanslingeren. dus ja, als je bij jullie luistert, denk ik ook keer, oh ja, hey, dat is wel weer interessant of hey, dit wist ik niet of oh ja, daar moet ik even weer bewust van worden. Ja. Dus ik vind dat alleen maar mooi. Dus, ja. Uh, ja, ja, prachtig. Ja, ja, dat is ook altijd een zoektocht naar uh, wie, wie is er in de podcast? Waar richt je het verhaal op? Hoe hoe diep ga je op een onderwerp in? Uh, ja. Ook dat stukje, ja, de hele energie en, uh, en frequentie, trilling. Ja, uh, ja dat is altijd een beetje de vraagstuk van, hè, hoe diep ga je daar echt op in? Ja. Wat is interessant voor de luisteraars? Ja. Ja, denk ik denk dat we dat meestal we goed, ver, uh... verwoord je dan net iets anders. En ja. dan voelt iemand iets anders natuurlijk ja. wel iets toegankelijker. Ja, want ja, ja. Ja, daar kun je wel een hele podcast alleen al over opnemen. Over delen uh, energie, Zeker. wet van aantrekking, meditatie. En als je dat met een beetje goede beelden kan ondersteunen. dan zie je echt hoe belangrijk het is en wat het allemaal doet. Maar ja, ja dat Hebben wij ook wel eens in een lezing krijgen, ze een vraag. En dan zeg je, joh, ik, joh, ik, ik kan hier wel een hele lezing om geven. Dus dat ja. kunnen we beter een keer apart doen. Ja, dat dus, is uh, echt zo. Ja. Daar kun je nog wel uren over lullen. Ja, Alexander, wij hebben altijd een uh, mooie laatste vraag. Dat is als er, als er één waardevolle les is die jij mag meegeven aan de luisteraar, wat zou, wat zou die les dan zijn? Ja, bij mij is eigenlijk die vraag heel vaak: dat is gewoon bij, blijf bij jezelf. Gewoon bij jezelf blijven. Ik denk dat het het allerbelangrijkste is. Als dus je uh, iets doet met overtuiging, met passie en, en hoe je het. Ook al is het helemaal fout. Maakt niet uit. Als jij je s'avonds in de spiegel kan aankijken en je weet van oké, okay, ik kan mezelf nog aankijken, dan, uh, dan denk ik dat je heel ver komt. Dus ik denk echt gewoon blijf bij jezelf. Ja, wat ik net zei, doe iets met passie en heb gewoon een duidelijk doel. dat je als je die drie combineert, dan heb je uh, gouden combi. Helder. Ja. ja. Klasse. Ja. Mooi. Bedankt voor de openheid en het mooie gesprek. En ja. uh, wij hebben wij hebben genoten. Ik hoop ja, de luisteraar ook. En uh, dan gaan we zo eventjes van uh, van stoel wisselen. Ja, of we nu? gaan van stoel wisselen. Ja, want ja. Uh, we zijn al, dan komen jullie mooi bij mij te gast. Want ja, dat uh, vind ik fantastisch. Want we, we hebben behoorlijk wat onderwerpen waar we het uh, waar we het over gaan hebben. Dus. Ja. Uh, maar nogmaals, ons super dank voor de uitnodiging. Ja, zoals ik al zei, ik ben echt fan van jullie podcast. Dus ik, uh, ja, ik vind het helemaal fantastisch dat ik hier tegenover jullie zit... met de mensen die ik altijd dus hoor. Ja, ja super leuk ja. om te horen. Klasse, insgelijks. Dus uh, we gaan mooi uh, wisselen. Alexander, bedankt. En uh, kijkers, luisteraars, jullie ook bedankt. Vonden jullie het tof? Uh, abonneer even sowieso op onze kanalen en uh, deel het met vrienden... als je denkt van, hé, hey, uh, deze ondernemer kan hier zeker wat aan hebben. En uh, ja, iemand uh, kan misschien wat meer gaan doen met uh, zelfontwikkeling... en uh, aan zichzelf werken. En uh, ja, als je dat iemand gunt, dan uh, stuur je het even door. Dus uh, bedankt voor het luisteren en kijken, en tot de volgende keer. Ciao.